We gaan doen. Dames en heren, welkom iedereen. Bijzondere vergadering, denk ik. Want de raad gaat een aantal mensen toelaten. Tenminste, daar reken ik vast op. Dat de raad dat gaat doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk altijd de raad. Dames en heren, ik open de vergadering. De heer Ellebroek van gemeentebelangen is afwezig. Dat doet zich een merk. Ik heb het nog even getoetst bij de griffier, maar wethouder Van Martels zit op de publieke tribune. Dat vind ik op zichzelf merkwaardig. Het is gebruikelijk bij een raadsvergadering dat de wethouder gewoon achter de wethouderstafel zit. En wethouder Van Martels is nog steeds wethouder. En hij is wethouder totdat de nieuwe wethouder is toegelaten. En nu weet ik wel, u vertoeft sinds enige weken in Den Haag en dan kan ik me voorstellen dat u denkt, ach, zo'n wethouderstoel. Dank u wel. Ja. Onwennig toch? Ja. Ik vond het heerlijk om u even tot de orde te roepen. Het bordje was ook weg. Ja. Overigens, het bordje is ook weg bij uw kamer. Dan ga ik naar iedereen welkom. Familie, vrienden, maar ook insprekers. En mensen die vanwege de andere onderwerpen aanwezig zijn, van harte welkom. Mensen thuis ook van harte welkom. Ik open wat uitgebreid, omdat we hopen ook om tijdens deze vergadering de heer Uitslag tot wethouder te benoemen van uw gemeente. En dat komt vrij snel aan de orde. Maar ik ga nu eerst over naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. En de heer Knotters heeft zich aangemeld over agenda punt wijziging verordening klachtbehandel. Meneer Knotters, aan u het woord en u weet hoe het werkt. U moet zich aan de tijd houden. Maar u weet ook dat ik daar heel makkelijk in ben. Dus ik geef u het woord. Even. Ja, goedenavond jullie allemaal en ook de oud-wethouder en de nieuwe wethouder. Een boerderijtje in Dalfsen gaf mijn vader, die toen woonde, de naam Calimero. Vadergenoot van Calimero's avonturen. Nu een dag na Pasen, waarin we de kruisiging van Christus herdenken, komt op de raadsagenda punt 11. Wijziging verordening klachtenbehandeling. Soms denk ik dat de schrijver van Calimero zich door Christus heeft laten inspireren. Opkomen voor de armen en verdrukten. Laatst had ik een klacht omtrent de heffingsambtenaar. Nimmer was er nog reinigingsheffing toegepast op een leegstaand pand. De heffing bedroeg 120 euro. Van deze ambtenaar kwam de informatie voor het GBLT in Zwolle. Toen ik hiervoor op het gemeentehuis kwam, kreeg ik van hem te horen maar in beroep te gaan. Zelf had hij het GBLT geïnformeerd. Ik vertelde hem dat hij dit gemakkelijk terug kon draaien. Toen ik hem enige tijd later weer over deze zaak sprak, zei hij dan, ga je toch naar de rechter. Wethouder van Leeuwen leek voor deze aangelegenheid portefeuillehouder te zijn. Een afspraak met de wethouder en de ambtenaar werd gemaakt. In een paar minuten was de zaak rond. De ambtenaar had met de ROVA gebeld en waren sinds de invoering van de heffing noodafvalstoffen aangeboden op het bewust adres. Ook waren daar door de ROVA geen containers geleverd. Later bleek dat de ambtenaar het adres ook niet uit het systeem had laten halen. Na een telefoongesprek met de wethouder, waarin deze vertelde, daar maak ik werk van, kwam korte tijd later een brief van het GBLT waarin werd medegedeeld dat een en ander uit het systeem was. Naar mijn mening zijn wethouders van belang bij klachten. De naam zegt misschien al wethouder. Mogelijk eenvoudig en dicht bij de burger. Een klacht zoals door mij gedaan zou mogelijk in de nieuwe regeling door de afdeling zelf behandeld moeten worden. Misschien is het mogelijk een soort burgercommissie in te stellen die de klachten bekijkt. Zo'n 15 jaar geleden had ik een klacht over een wethouder en diende die klacht in bij de toenmalige burgemeester. Die burgemeester deed er niks mee en door hun ingehuurde externe advocaat behandelde de klacht zonder mij te horen. En dan heb ik twee bijlagen. Eén met Calimero, want zij is een groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. En de 10 geboden heb ik van iemand aangeleverd gekregen. Dat is de basis voor eenvoudige zaken als deze. Bedankt. Dank u wel, meneer Knotters. Blijft u nog even staan. U was kort en bondig. Maar ik kan me voorstellen dat er vanuit de raad nog behoefte is aan vragen, aanvullende vragen. Is dat het geval? Niet? Nee? Meneer Knotters, mag ik u bedanken voor uw inbreng. Jullie ook allemaal bedankt. En we zullen het ongetwijfeld bij agenda punt 11 in het achterhoofd hebben, als we dat behandelen straks.
Dan ga ik nu naar agenda punt 3. Dat is de vragenronde. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. U heeft een vraag, als ik het goed heb, over permanente bewoning, recreatiewoningen. Mag ik u het woord geven? Dank u, voorzitter. We hebben in de media kunnen lezen dat de provinciale Staten van Overijssel heeft besloten dat de gemeente voortaan vaker zelf mogen bepalen of een recreatiewoning permanent bewoond mag worden. Het besluit ligt immers vast in de vernieuwde omgevingsvisie van Overijssel die nu door de provinciale Staten is vastgesteld. Onze vragen zijn, heeft het college inmiddels kennis genomen van de inhoud van het besluit en heeft dit besluit ook de mogelijke consequenties waar we jaren voor hebben gestreden voor de bewoning aan de Rozengadeweg? Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie. Wethouder Agricola, u het woord. Ja, voorzitter. Meneer Raamaker, wij hebben inderdaad kennis genomen van de inhoud waar u op doelt. Nog voor de zomervakantie zullen wij de gemeenteraad per brief informeren over de consequenties van de wijziging van de omgevingsverordening voor recreatiewoningen in het algemeen en voor Rozengadeweg in het bijzonder. Was dat het antwoord waar u op gehoopt had? Ja, prima. Prima. Voor de zomer terug. Anderen nog misschien, naar aanleiding hiervan? Nee, niemand? Dan heb ik een tweede vraag, mevrouw Schiphol, CDA, over de bereikbaarheid van de kindertelefoon. Dank u wel, voorzitter. Dinsdag 11 april luidde de kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in financiële problemen te komen, nu met alle gemeenten te moeten onderhandelen over de betaling van de diensten. Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juni heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten en dus vertrek van medewerkers voor te bereiden. En met minder personeel neemt de bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen, zo meldt de organisatie. En het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en hun ouders in de jeugdzorg, en Sensor, de telefonische hulplijn, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben eigenlijk dezelfde problemen. En het CDA vindt belangrijk dat de kindertelefoon toegankelijk is voor alle kinderen. En de kinderen in Dalfsen ook deze vorm van hulp kunnen inschakelen. De CDA-fractie hecht daarom aan continuering van deze dienstverlening van de Stichting Kindertelefoon en Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. En we denken daarbij ook aan Stichting Sensor. Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen voor u. Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en Sensor voor de inwoners van onze gemeente? Is bekend hoeveel mensen er vanuit de gemeente Dalfsen gebruik maken van deze hulplijnen? Enkele hulplijnen worden genoemd op de website Samen Doen in Dalfsen, maar helaas is het advies- en klachtenbureau jeugdzorg niet te vinden. Is u dat bekend? En is dat wat u betreft voldoende naamsbekendheid hiervoor? Bent u voornemens een overeenkomst te sluiten met de Stichting Kindertelefoon en Stichting AKJ? En we willen dan ook graag een overeenkomst met de Stichting Sensor. En we horen graag uw reactie en toelichting. Wanneer verwacht u een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van het budget? En verwacht u daarmee dat het mogelijk is om voor 1 juni 2017, de datum waarop die organisaties zekerheid moeten hebben, een getekende overeenkomst te kunnen sturen? Zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Wethouder Van Leeuwen, u heeft het op zich genomen om deze vragen te beantwoorden, die overigens, ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar niet helemaal waardevrij waren, die vragen. Dus misschien dat u er iets over kunt zeggen. Ja, tot 10 minuten geleden zou ik het beantwoorden, maar u heeft de heer Van Martels tot de orde geroepen, dus ik zou willen zeggen dat... Weet u, ik ben van de orde, meneer Van Leeuwen, niet u. U beantwoordt die vraag. Jammer, ik dacht ermee weg te kunnen komen. Ik weet wel antwoord op alles. Ja, maar we hebben hier ook wel een deel van de antwoorden.
Ik heb niet alle antwoorden voor u, mevrouw, mevrouw Schiphorst. Wij hebben, u vraagt, deelt het college het grote belang van de bereikbaarheid? Nou, wij, los van het feit of wij dat delen, het is gewoon een verplichting vanuit de WMO en de jeugdwet. Dus los van het feit of wij dat met u delen, dat moeten we gewoon gaan doen. U vraagt hoeveel mensen er gebruik maken vanuit de gemeente Dalfsen. Dat is heel erg lastig, omdat er een grote mate van anonimiteit is. Dus wij hebben niet de cijfers paraat over hoeveel inwoners van de gemeente Dalfsen gebruik maken. Ik weet niet of u het jaarverslag van AKJ over 2016 heeft. Zo niet, dan kunnen we dat ter beschikking stellen via het RIS. Daarin staan in elk geval de absolute cijfers, maar ze zijn anoniem. Het is inmiddels duidelijk dat de naamsbekendheid van AKJ onvoldoende is. Dat dat ook helemaal niet te vinden was op de site van de gemeente Dalfsen. Daar zullen wij stappen voor ondernemen dat dat gaat gebeuren. En er zal ook gewerkt gaan worden aan die naamsbekendheid. Wij hebben op 2 mei in het college een besluitvorming. 2 of 3 mei. Waarin het college besluit neemt over deze zaken. En dat zal dan nog net zijn voor 1 juni, lijkt mij. Dus ik hoop dat ik u hiermee voorlopig even voldoende gerust heb gesteld. U heeft het onder onze aandacht gebracht. De vragen die ik niet direct heb kunnen beantwoorden, daar komen we nog even schriftelijk op terug als het mag van u. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de toezeggingen. We hebben aantallen in algemene zin kunnen vinden. En dan met name de kindertelefoon. En ik schrok er wel een beetje van. 540.000 op jaarbasis belletjes. 80.000 chats. Of dat per regel is, dat weet ik niet. En er zijn 8.000 forumdeelnemers per dag. Dus het lijkt me zinvol om daarbij aan te sluiten. Ook wat onze gemeente betreft. En de toezeggingen neem ik ter harte en we lezen graag de informatie die toegezegd is. Oké, dus toegezegd is dat u informatie krijgt. Toegezegd is dat in het begin mei het college tot besluitvorming komt. Daar zult u over geïnformeerd worden. En de besluitvorming zal in ieder geval voor 1 juni een feit zijn hoe die besluitvorming eruit ziet. Daar heb ik uiteraard de wethouder geen toezegging over horen doen. Is dat juist samengevat zo? Zijn er nog anderen die naar aanleiding hiervan een vraag willen stellen? Ja, goed zo. Okay. Nou, mevrouw Schiphorst begon de inleiding met te zeggen dat als alle gemeenten mee moesten doen, of dat het anders de organisatie in de problemen zou komen. Maar Dalfsen kan natuurlijk onmogelijk garanderen dat alle gemeenten meedoen. We kunnen alleen maar naar onszelf kijken en dan zien we wel wat er gebeurt, zou ik zeggen. Daarom heeft het CDA alle gemeenten uitgenodigd om deze oproep te doen aan de colleges. Voordeel van de landelijke partij. Ja? Sinds wanneer is D66 niet meer landelijk dan? Wethouder van Leeuwen, ik zou u toch willen vragen om alleen maar het woord te nemen als u het krijgt. Goed, voorzitter. Dat maakt het toch een stuk makkelijker. Excuses. Ja, die zijn aanvaard. Vaststelling van de agenda, agenda punt 4. Kunt u met deze agenda leven zoals die voor ligt? Agenda punt 4, agenda is akkoord zoals die hier voor ligt. Nou, op tijd, meneer. Er is nog een motie vreemd aan de orde van de dag, voorzitter. Oké. Zou u die willen toelichten? Als u wilt, ik weet niet wanneer u hem aan de orde wil stellen. Het gaat over het winkelopenstelling in Lemelenveld. Ik agendeer hem sowieso op agenda, aan het eind van de vergadering. Motie vreemd aan de orde van de dag is eind van de vergadering. Dus Dat is in dat geval 15a. En het onderwerp is koopzondag, hoor ik u zeggen. Flexibilisering van de koopzondag in Lemelenveld. Dat lijkt me een heel interessant onderwerp om dat aan het eind van de vergadering te behandelen. Dus dat gaan we doen. Is dan de agenda akkoord voor iedereen? Ja? Dan is die vastgesteld. En met als toevoeging 15a, zondagopening in Lemelenveld. Nu naar de benoeming van de wethouder. We hebben 3 benoemingen achter elkaar van de wethouder. We hebben een wijziging van de commissieleden van D66... En we hebben een voorzitter van de monitoringscommissie de spil in Nieuw-Leuzen. En voor de orde van de vergadering leek ons het beste om die drie, alle drie af te handelen.
En dan daarna familie, vrienden, kennissen, moeder, schoonmoeder, echtgenoten in staat te stellen om, om de felicitaties uit te delen, maar ook in ontvangst te nemen eigenlijk, lijkt mij. Dus dat is het ordevoorstel. En dan beginnen we met de wethouder. Komt rechtstreeks in de raad. Met het vertrek van wethouder Van Martels, het aanstaande vertrek van wethouder Van Martels, is een vacature ontstaan. Nou, de heer Uitslag heeft zich gekandideerd voor deze vacature, even naar de techniek. Als het gaat om een benoeming van een wethouder, dan is dat een vrije open verkiezing. U moet dus gewoon een naam invullen. U mag iedere willekeurige naam invullen. Maar die van de heer Uitslag, die is gekandideerd, laat ik het zo zeggen. Dus het is echt een verkiezing van een persoon. We hebben daarvoor weer een commissie nodig die de geloofsbrieven moet controleren. En de raad stelt die commissie in. En ik stel voor om diezelfde commissie alle stemmingen van vanavond te laten doen, als u dat goed vindt. Dus één commissie, drie stemmingen. En ik stel voor om de commissie te laten bestaan uit de heren Meijerink, Lochtenberg en Veldhuis. Gaat u daarmee akkoord? Dat is fijn, daar hadden we ook al een beetje op gehoopt. En dat is ook de reden waarom we de commissie al gevraagd hadden voorafgaand aan de vergadering om de geloofsbrieven te onderzoeken. En dat hebben ze gedaan. En ik geef nu het woord aan de voorzitter. En dat is de heer Veldhuis van de VVD. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de gemeentewet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Dr. Anders Jan Uitslag, geboren op 7 mei 1970, rapporteert de raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaat aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet en daarmee benoembaar is als wethouder van de gemeente Dalfsen. Was getekend de commissie op 18 april 2017. Dank u vriendelijk. Dan stel ik voor dat we tot de stemming overgaan. En na afloop van de stemming schors ik even de vergadering, zodat de commissie onder begeleiding van de griffier zich even kan terugtrekken om de uitslag vast te stellen. Ik schors nu even de vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Mag ik het woord geven aan de heer Veldhuis? Dank u, voorzitter. Geen van de raadsleden diende zich te onthouden van stemming. Het aantal uitgegeven stembriefjes is 20 en er zijn ook 20 stembriefjes ingeleverd. Daarmee is deze stemming geldig. Het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes bedraagt 20. Voor de benoeming van de wethouder zijn er 20 stemmen uitgebracht op de heer Uitslag. Dank u. En daarmee is hij benoemd tot wethouder van de raad. Gefeliciteerd. Dank u wel, meneer Veldhuis. Daarmee is hij benoemd tot wethouder van de raad. Meneer Uitslag, mag ik u uitnodigen om dan ook de eed af te nemen, want die hoort daar onlosmakelijk bij. Meneer Uitslag. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk, help mij God almachtig. Welkom. Dank je. Toch even terug naar de stoel. Leden D66. Voorstel komt rechtstreeks in de raad. Mevrouw Van den Berg heeft haar ontslag ingediend als commissielid. En als de raad dit ontslag verleend heeft, kan er een nieuw commissielid benoemd worden namens D66. De heer Royakkers heeft de heer Schrijver daarvoor voorgedragen. En nou, allereerst moet ik een stemming
houden over het ontslag van mevrouw Maya van den Berg. Dat mag ik met de hand opsteken. Bent u akkoord met het ontslag van mevrouw Maya van den Berg? Dat bent u. Dan heb ik dat besluit genomen. Dank u wel, mevrouw Maya van den Berg, voor uw inzet in het verleden. Dan kan ik overgaan tot benoeming van de heer Schrijver. De commissie heeft zijn werk alweer gedaan. En ditmaal is, als ik het goed heb, de voorzitter, de heer Lochtenberg van het CDA. Mag ik u vertellen wat het onderzoek van de geloofsbrieven heeft opgeleverd? Mag ik u dat vragen? Zeker, voorzitter. Dank u. De commissie uit de Raad van de gemeente Dalfsen, in wiens handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij wet en reglement van orde gevorderde stukken, ingezonden door de heer B.H.M. Schrijver van D66, rapporteert de Raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaat aan alle door de Raad gestelde eisen voldoet en daarmee benoembaar is als commissielid van de gemeente Dalfsen. Dank u. En dan zou ik willen overgaan tot de stemming. De griffier gaat de briefjes weer uitdelen. En ik schors zo lang de vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de heer Lochtenberg. Ja, dank u, voorzitter. Beetje verzelfde verhaal als u net gehoord heeft, dames en heren. In deze stemming diende geen van de raadsleden zich te onthouden van stemming. Het aantal uitgegeven stembriefjes wijkt wel af. Er is in dit geval 19, omdat de heer Uitslag niet meer mee kon stemmen. Er zijn dus 19 stembriefjes ingeleverd en daarmee is deze stemming geldig. Het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes bedraagt ook 19. Voor de benoeming tot lid van de raadscommissie zijn 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht op de heer Schrijver. Daarmee is hij benoemd. Van harte proficiat. Dank u wel. Meneer Schrijver, mag ik u uitnodigen bij het spreekgestoelte? Meneer Schrijver. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Welkom in ons midden. Meneer Schrijver. Dames en heren, dan doen we nog één keer de procedure. En nu gaat het om agenda punt 7, monitoringscommissie de Spil Nieuwe Leuzen. Het voorstel komt wederom rechtstreeks in de raad. Er is wel voorbesproken in het presidium. En ik moet eerst met u de verordening gaan behandelen. En dat zou ik in principe in 3 rondes moeten doen. Informerend, openerend, aansluitend, besluitvormend. Heeft iemand van u behoefte aan een informerende ronde? Dat is niet het geval. Iemand behoefte aan een openerende ronde? Dat is ook niet het geval. Kan ik dan overgaan tot de besluitvorming? Dat kan met hand opsteken. Wie van u is akkoord met de verordening? Dan bent u allemaal. Dan is dat besluit genomen. En dan een heel belangrijke positie binnen die verordening wordt ingevuld door de voorzitter van de monitoringscommissie. Een commissie die ons moet helpen om het proces, het project, tot een goed einde te brengen. En daarvoor is voorgedragen de heer Schuurman. Stemmen moet ook hier schriftelijk, omdat het om een voordracht gaat. De raad kan alleen voor of tegenstemmen. De heer Klein-Koerkamp dient zich bij deze stemmen te onthouden van stemming waar het zijn voordracht betreft. Dat begrijp ik niet goed. De stemcommissie gaat met de griffier mee en schorst de vergadering. Dames en heren, als ik het goed heb, is de voorzitter van deze commissie de heer Meijerink. En als het goed is, heeft u de geloofsbrieven onderzocht. Wat zeg je? Och, die zijn er niet. Neem me niet kwalijk. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de heer Meijerink. Dank u wel, voorzitter. Om de laatste ronde, denk ik, de laatste kansen. Die gaan we nu invullen. In een gecombineerde stemming voor het benoemen van de leden van de monitoringscommissie diende 1 raadslid zich te onthouden van stemming waar het zijn kandidatuur betrof.
Het aantal uitgegeven stembriefjes is daarom 19 voor de benoeming van de heren Schuurman, Rodenboog en Warmelink en 18 voor de benoeming van de heer Klein-Koerkamp. Dit aantal stembriefjes is ook ingeleverd. Daarmee is deze stemming geldig. Het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes bedraagt 19 om 18. Voor de benoeming tot voorzitter van de monitoringscommissie, de SPIL, zijn 19 stemmen uitgebracht op de heer A.J. Schuurman en 0 stemmen tegen. Daarmee is hij benoemd. Van harte. Op de kandidaten, de heer Klein-Koerkamp, 18 voor en 0 tegen. De heer Rodenboog, 19 voor en 0 tegen. De heer Warmelink, 19 voor en 0 tegen. Daarmee zijn zij ook benoemd. De commissie concludeert daarmee dat alle voorgedragen kandidaten definitief zijn benoemd. Dank u wel, meneer Meijerink. De voorzitter van de monitoringscommissie, de SPIL Nieuw-Leuzen, mag de eed afleggen. De overgeleden hoeven dat niet. Meneer Schuurman, mag ik u uitnodigen? Meneer Schuurman. Ik zweer dat ik om tot voorzitter van de monitoringscommissie benoemd te worden rechtstreeks, nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als voorzitter van de monitoringscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meneer Schuurman, dank u wel. Welkom. U heeft een moeilijke klus, maar u gaat hem met verve invullen. Dat weet ik zeker. Dames en heren, zou ik de vergadering mogen heropenen? Wil iemand misschien even de deur dicht doen? Ja, daar gaat hij al. Hij loopt al. Zo maak je hem weer open. Ja. Ik heropen de vergadering. En dan kom ik bij de akkoordstukken. En dan komen we bij agenda punt 8, meerjarenprognose grondexploitatie. En het voorstel is om de meerjarenprognose grondexploitatie 2017 vast te stellen en daarmee de gehanteerde uitgangspunten voor programmering, parameters en rekenrente, zoals opgenomen in hoofdstuk 3, vast te stellen. Om in te stemmen met de gemaakte voorbereidingskosten van 121.000 euro van de toekomstige exploitaties van Stappenbelt, Kleine Veer, Grutshuske en Hoornhorst. En deze kosten te klassificeren als immateriële vaste activa, ontwikkelkosten. 2. Het positieve resultaat van 1.715.000 euro ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie te brengen en dit te verwerken in de jaarrekening 2016. En 3. De door het college opgelegde geheimhouding zoals bedoeld in artikel 25 tweede lid en artikel 55 lid 1 gemeentewet ten aanzien van de bijlagen met Castrom overzichtelijk te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar. Wie gaat ermee akkoord? Dat doet hij allemaal en dan is hij met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 9, plan van aanpak Thuis en Dalsen. De nog openstaande vragen uit de commissie zijn door het college beantwoord en op het rest geplaatst. En we gaan ervan uit dat het nog steeds een akkoordstuk is. En als u mij nu tegenspreekt, dan is dat zo. Dan ga ik naar het voorstel 1, kennis te nemen van het inspraakverslag bij het plan van aanpak Thuis en Dalsen 2017-2018. En 2, in te stemmen met het plan van aanpak Thuis en Dalsen 2017-2018. Wie gaat ermee akkoord? Doet u allemaal? Met algemene stemmen. Dan ga ik naar agenda punt 10, aanpak leegstand buitengebied. En het voorstel is om de notitie aanpak leegstand in het buitengebied van de gemeente Dalfsen vast te stellen. Ten tweede hiervoor een bedrag van 30.000 euro voor het jaar 2017 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat. En ten derde de kosten voor 2018 van 11.000 euro mee te nemen bij de integrale afweging bij de perspectiefnota 2018. U gaat er allemaal mee akkoord? Meneer Royakkers, u heeft een stemverklaring. In de stukken die we voor deze vergadering hebben gehad, is een stuk toegevoegd ten opzichte van de behandeling in de commissie. En dat is een vertrouwelijk stuk. Concept beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Waarin ook wordt aangegeven wat er eventueel verandert ten opzichte van de huidige situatie.
Dat is bij de stukken gevoegd, maar ik wil denk ik nadrukkelijk vaststellen met uw instemming dat dit niet in de behandeling wordt betrokken. Dat ook instemming met het collegevoorstel niet betekent dat we hier een uitspraak over doen. Dat dit alleen achtergrondinformatie voor ons is. Klopt dat? Ik verwijs even naar de besluitregel. Mag ik die weer opnieuw in de notitie? Daar staat de notitie aanpak leegstand in het buitengebied van de gemeente Dalfsen vast te stellen. De notitie. Niet bijlagen of nagezonden stukken. En wat die notitie is volgens mij volkomen helder. Dus dat is het besluit. Ja? Kijk rond. Algemene stemmen. Ja? Akkoord. Dan is dat bespraak naar agenda punt 11. Beleidsplan duurzaamheid 2017-2025. Dat ben ik vergeten te melden. Neem me niet kwalijk. Sinds de heropening is mevrouw Snijder afwezig. Die heeft zich ziek gemeld en die probeert thuis een beetje op te knappen. Dus dat voor de orde. Dan agenda punt 11, beleidsplan duurzaamheid. Misschien ook goed in dit verband om te melden dat ik in een voorgesprek met de heer Evert-Jan Hof, op zijn verzoek overigens, gezamenlijk met hem tot de conclusie ben gekomen dat er een mogelijke schijn van belangenverstrengeling zou kunnen zijn bij de behandeling van dit punt. Gezien het feit dat hij nauw betrokken is bij duurzaam dorp Hoonhorst. Duurzaam Hoonhorst. Dat we met elkaar afgesproken hebben hoe we daar een goede afweging en een goede balans in kunnen vinden. En besloten, hij heeft besloten, zo moet ik het zeggen, dat hij zich dat hij niet deelneemt aan de beraadslagingen. Hij blijft wel in de vergadering, maar neemt niet deel in de beraadslagingen. En hij zal, mede op mijn nadrukkelijk verzoek, wel aan de stemming deelnemen. En dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Goed, dan ga ik naar het onderwerp zelf. Is uitgebreid aan de orde geweest in de commissie. En na de commissie zijn het raadsvoorstelde beleidsplan aangepast. Wijzigingen zijn geel gearceerd. Dus als het goed is, heeft u daar een beeld van. En er zijn nog een aantal vragen beantwoord. En er is nog een notitie gekomen over de afstemming met de duurzame dorpen. En alleen D66 heeft al aangegeven volgens mij dat ze het plan zouden kunnen steunen. Overige partijen hebben de orde nog een beraad gehouden. Als ik het goed heb. Ik stel voor een bespreking in twee ronden. Eventuele vragen eerst en daarna een opinierende ronde. En de vraag is wie ik het woord mag geven. Ik begin met de heer Schuurman, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. We hebben de discussie tijdens de commissievergadering en de antwoorden besproken in onze fractie. En eigenlijk blijven we op dit ogenblik met één punt zitten. Het onderwerp is dermate belangrijk dat we het graag periodiek op de agenda willen hebben. Is het mogelijk om het uitvoeringsprogramma te blijven agenderen voor de Raad? De veranderingen gaan zo snel dat we het als gemeente belangrijk vinden om hier met regelmaat over geïnformeerd te worden. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Aansluitend bij de vorige vragensteller kunnen wij ons daar wel bij aansluiten. Die vraag wil ik ondersteunen. En nog een andere vraag. U stelt voor overstappen naar de doelstelling energie neutraal in 2025. Denkt u dat het mogelijk is om in de uitvoeringsfase deze doelstelling te adresseren aan de verschillende groepen energieverbruikers? We denken dan vooral aan de groepenwoningen, aan de groepbedrijven en aan het vervoer als groep. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik kijk verder rond. Meneer Nijburg? Nou, ik heb geen vraag eigenlijk op dit moment, maar nou, wel een motie en een paar amendementen. Dan kom ik als laatste bij u, als het goed vindt. Dan kijk ik nog even naar meneer Royakkers. We hebben gezegd dat we zouden instemmen. We hebben ook gezegd dat we niet erg onder de indruk waren van de afstemming met de duurzame dorpen. Er is inmiddels notitie over verschenen. En voor het overige wil ik nog een keer even benadrukken dat ik het plezierig vind dat er ook tabellen bij zitten en overzichten wat er gedaan is met opmerkingen in de raad en waar de wijzigingen zitten. Daarvoor complimenten, voorzitter. En verder wacht ik even met spanning af wat waar de heer Meijburg mee gaat komen in verband met moties en amendementen die wij voor het grootste deel zullen steunen. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar meneer Wildvang, geen behoefte. Meneer Veldhuis, geen behoefte. Dan ga ik onmiddellijk naar de opinierende ronde. Dan stel ik voor dat ik de opinierende ronde begin bij de heer Nijburg. En dan kan hij ook gelijk zijn moties en eventuele amendementen indienen dan al toelicht. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, in de eerste plaats zijn we wel blij met het stuk, laat ik dat voorop stellen. We vinden het een... Neem me niet kwalijk, de heer Lochtenberg. Oh, sorry. Wijs me erop dat de heer Agricola natuurlijk eerst de vragen moet beantwoorden. Ik ben iets te voortvarend. Neem me niet kwalijk, meneer Nijburg. En de rest van de vergadering moet niet.
Ja, voorzitter. Vanuit twee fracties is de vraag naar voren gekomen of het uitvoeringsprogramma, wat dus een uitvloeisel is van het beleidsplan, omdat wanneer dat klaar is, omdat jaarlijks, want wie komt jaarlijks een uitvoeringsprogramma of één keer in twee jaar, om dat vooraf te bespreken met de Raad. Op zich gezien de complexheid van dit onderwerp en de grote veranderingen die blijvend aan de orde zijn, nieuwe technologische ontwikkeling en noem maar op, dan ben ik zeer zeker bereid om dat uitvoeringsprogramma alvorens wij beginnen voor te leggen aan u als gemeenteraad. En daarnaast, meneer Lochtenberg, daarbij versnelling aan kunnen brengen dan in de CO2-reductie, dan zullen we dat zeer zeker niet nalaten. Sorry, niet in de CO2-reductie, maar in de energie-neutraliteit, zoals u zelf voorstelt. Nou, zeer zeker ook dat betreft ook energie-neutraliteit. En u weet ook dat wij inmiddels al begonnen zijn met onze nieuwbouw en plannen en ook met inbreidingslocaties. Maar daar we verder kunnen versnellen, zullen we het niet nalaten. Ik ben zo vrij om te kijken of u nu de antwoord heeft gegeven op de vraag die gesteld is. Want volgens mij heeft de heer Schielman gevraagd om er zoveel tijd over de voortgang juist geïnformeerd te worden. Dat lijkt me iets anders dan het uitvoeringsplan vaststellen. Of heb ik dat verkeerd begrepen, meneer Schuurman? De bedoeling is wel het uitvoeringsprogramma. Wel het uitvoeringsprogramma. Dat wilt u als raad vaststellen of dat wilt u bespreken? Bespreken. Oké, helder. En dat zegt de wethouder toe. Nou, dan hebben we dat duidelijk. Zijn daarmee de vragen beantwoord, meneer Lochtenberg? Oké. Meneer Nijburg, excuus voor de rommeligheid. Nee, geen probleem wat mij betreft. Wij zijn positief over het beleidsplan. In grote lijnen willen we alleen enkele accenten leggen. En dat willen we doen door middel van een motie en enkele amendementen. En de motie die heeft te maken met het opnemen van een waterparagraaf. En de amendementen die hebben verschillende accenten. Misschien kunnen ze voorgelezen worden en dan zien we hoe de vlag erbij hangt. Alleen voorgelezen worden als de letters wat groter worden, anders ga ik dat echt niet. Hier kom ik een eind. Hoeveel moties zijn het? Eén motie en vier amendementen. Eén motie en vier amendementen. Oké, dan weten we waar we ons moeten voorbereiden. Dit red ik. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient de volgende motie in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 18 april 2017 en gehoord de beraadslagingen over het beleidsplan duurzaamheid 2017-2025. Overwegende dat water een wezenlijk element in de discussie over duurzaamheid is, watermanagement voor nu en in de toekomst van levensbelang is, een waterparagraaf ontbreekt, spreekt uit dat het wenselijk is om aandacht te besteden aan een goed onderbouwde waterparagraaf. Nader bekeken moet worden hoe deze ingevuld moet worden, verzoekt het college om een analyse te maken van verschillende aspecten van water in relatie tot duurzaamheid, aanpak en oplossingen op te nemen in het beleidsplan duurzaamheid 2017-2025 en deze analyse en ambitie aan de raad aan te bieden voor 1 februari 2018. De indiener is de heer Nijburg van de ChristenUnie. Maar daar horen nog bij VVD en D66, want die hebben... Dit is, ging een beetje mis met het opslaan van bestanden. Ik ben blij dat er ook bij u iets mis ging. VVD en D66 zijn mede ondertekenaar van deze motie. Is dat juist? Dat is juist. Dan voegen we dat toe. U mag zelf de toelichting, want die hoef ik niet voor te lezen, die kunt u beter even geven. Nou, het gaat ons erom dat er allerlei activiteiten worden ondernomen in de landen ten aanzien van water. En we denken dat water niet alleen maar iets is wat naar beneden valt en wat wegloopt, maar waar je ook energie uit zou kunnen halen en op andere manieren mee om zou kunnen gaan. Dus hemelwater, sloten, rivieren, grondwater, afvalwater. Dus in de ruime zin van het woord. En je zou daar een pilot city blueprint, daar zit ook een link voorbij. Dat is een voorbeeld, niet dat dat hoeft, maar dat is een mogelijkheid die gebruikt zou kunnen worden. Dus zo willen we dat voorstellen. Dank u wel. Zullen we ook onmiddellijk doorgaan naar de amendementen? Ik vind het wel prettig om alles op tafel te hebben. Bent u dat met me eens? Ja, dat vindt de rest van de raad ook. Dus laten we even kijken. Amendement 1. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde dient ondergetekenden het volgende wijzigingsvoorstel in.
tekstaanpassing van het voorgestelde besluit te weten. Onder 5.1 toevoegen, de gemeente betrekt de duurzame dorpen actief bij de verdere implementatie van het beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025. Toelichting. De duurzame dorpen worden niet slecht betrokken wanneer zij dat wensen, maar worden proactief geïnformeerd en actief betrokken bij de implementatie van het beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025. Verder in het plan wordt dit uitgewerkt. En dit is ondertekend door de heer Nijburg van de ChristenUnie en heeft hij ook hier mede ondertekenaars? Nee, vooralsnog niet. Ja? Ook hier hebben VVD en D66 ja gezegd. Dus mede ondertekend door de heer Veldhuis van de VVD en de heer Royakkers van D66. Wilt u daar nog een korte toelichting aan geven, meneer Nijburg? Nou, de toelichting staat er. Spreekt voor zichzelf. Dan gaan we naar het volgende amendement. Overeenkomstig lid 38 enzovoorts enzovoorts. Tekstaanpassing van het. Oké. Tekstaanpassing van het voorgestelde besluit te weten onder 5.1 toevoegen. De gemeente komt in het najaar van 2017 in samenspraak met de duurzame dorpen en andere partners tot een voorstel CQ-advies ten aanzien van de ambitie energie en balans. Omtrent een concrete planning van het jaar waarin dit gerealiseerd moet zijn. Toelichting. De ambitie wordt nu vertaald naar twee hoofdstromen, namelijk energiegericht en meer algemeen. De CO2-neutraliteit wordt losgelaten als meetlat. In 7.2 wordt gesproken over uitvoer van projecten die niet rechtstreeks meetbaar zijn in hun bijdrage aan ambitie en verbeterde doelen. Toch wil de gemeente zo ver mogelijk komen. Dat laatste is niet concreet en te vaag en er is een concrete planning van de ambitie nodig. De indieners zijn de heer Nijburg, Royakkers en Veldhuis. Ja? Nog een verdere toelichting nodig, meneer Nijburg? Nee, ook die spreekt voor zich. Weinig woorden voor gebruiken. Oké, dan ga ik naar de volgende. Overeenkomstig lid 38 enzovoorts enzovoorts. Tekstaanpassing te weten onder 4.7.3. Zin toevoegen. De gemeente komt binnen 6 maanden met heldere kaders rond de plaatsing van zonneparken en legt deze voor aan de raad. Toelichting. De ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen en zonneparken gaat snel. Wij willen als raad niet verrast worden door onverwachte of ongewenste ontwikkeling. Daarom moeten we heldere kaders stellen. De kaders en bijlagen bij de kaart zijn te vaag. Dezelfde indieners weer, ga ik vanuit. Ja? Oké. En dan krijg ik amendement nummer 4, als ik het goed heb. En hier ook artikel 38 enzovoorts onder 4 toevoegen 4.8 nieuwbouwplannen en pilot gasloze woningbouw. De gemeente komt binnen 6 maanden met heldere kaders rond gasloze nieuwe woningbouw als mede voorstellen voor een pilot waarbij een bestaand aantal woningen wordt losgekoppeld van het gas en legt deze plannen voor aan de raad. Toelichting in 2025 zijn alle gemeentelijke panden gasloof of is een afkoppeling gepland. Het college wil informatie delen met bewoners ten aanzien van gasloos bouwen. Informatie delen is niet genoeg om een goed voorbeeld te geven van ombouwen naar gasloos wonen. Immers 99% van onze woningen gebruiken gas. Ook de bestaande woningbouw moet haalbaar omgebouwd kunnen worden naar gasloos wonen. De gemeente kiest daarvoor een project uit en stimuleert en subsidieert de ombouw. En ook hier weer alle drie de indeels? Okay. Ja, met alleen de opmerking nog dat we natuurlijk wel begrijpen dat niet binnen een half jaar zo'n pilot ook helemaal vorm kan krijgen. Maar dat er binnen een half jaar een voorstel is voor een mogelijke pilot of randvoorwaarden voor een pilot. Want we denken dat het proces wel iets langer duurt dan een half jaar. Ik ben een beetje een stomme vraag, meneer Nijburg, maar is het niet zo dat we op dit moment nieuwbouw gasloos doen? Het gaat om bestaande bouw. Oké, nee, omdat ik in de eerste lees. De gemeente komt binnen 6 maanden met heldere kaders rond gasloze nieuwe woningbouw. Maar nieuwe woningbouw is al gasloos, toch? Als het goed is wel, maar het gaat ons juist om de pilot bestaande bouw. Ja, het gaat om allebei natuurlijk, maar we willen het accent leggen op die pilot. Ik laat het aan de heer Agricola nodig. Maar het gaat u om het nieuwe beleid, en dat is niet gasloos bouwen, want dat is bestaand beleid. Maar het gaat u om het nieuwe beleid, en dat is gasloos ombouwen. Ja? Oké, helder. Nu is even de vraag, dit zijn er nogal wat.
Nou zou ik u allemaal als raad op kunnen laten reageren. Maar ik kan ook gewoon even aan de wethouder vragen hoe hij tegen al deze moties aankijkt. Misschien heeft u een schorsing nodig, wethouder. En dan moet u die ruimte ook echt nemen. Aangezien de motie en de amendementen. De motie die wil ik graag laten behandelen door collega Van Leeuwen, omdat hij verantwoordelijk is voor de waterportefeuille. En omdat daar ook wat ontwikkelingen zijn die dit raken, vraag ik hem of hij dat wil beantwoorden. En ik heb een eerste reactie op de amendementen. Vindt u het goed dat we het zo doen? Dat we eerst de wethouders laten reageren en daarna verder een discussie gaan? Is dat akkoord? Wethouder Van Leeuwen. Ja, dank u, voorzitter. Het is denk ik onvoldoende duidelijk dat water een apart beleidsterrein is binnen de gemeente. Mijn portefeuille. Waar op dit moment al heel veel gebeurt in het kader van Rivus, een samenwerkingsverband regionaal met een aantal gemeenten, is er gekeken op verzoek van de minister hoe we forse bezuiniging konden realiseren in het beheer van rioolwater. Nou, dat is gezamenlijk gelukt. Voor 6 miljoen euro is daar een efficiëntieslag gemaakt en daar zijn we nog druk mee bezig om dat verder uit te bouwen. We zijn vertegenwoordigd in regionaal bestuurlijk overleg Oost. Dat is een aantal waterschappen, provincie Gelderland, Overijssel en ik dacht een stuk van Noord-Brabant die zich bezighouden met het zoetwaterbeheer van Rijn, IJssel en de grote rivieren. Daar spelen wij een hele kleine rol in overigens, maar dat kunt u zich voorstellen, de namen die ik noem. Daarnaast moeten wij van Rijkswijgen in 2020 een plan hebben voor klimaatadaptatie. Dat moeten we in het beleid verankerd hebben. Daar zijn we druk mee bezig. Aanstaande donderdag, als het goed is, heeft u via de Griffie daar ook een uitnodiging voor mogen ontvangen. Is er een bijeenkomst hier in het gemeentehuis. En dat is het Klimaatsymposium Dalfsen. Daar heeft de afdeling een initiatief toegenomen. We willen proberen om inderdaad aan dat rijksbeleid te gaan voldoen. We zien het thema klimaat en water als een aanpalend gebied voor duurzaamheid. Dat stemmen we ook af, net zoals dat ook gebeurt met verkeer, afval, ruimtelijke ordening. De bestaande beleidsdocumenten die worden ja, in het... Om dat nu in het beleidsplan duurzaamheid te herhalen vinden we niet zo zinvol, want u kunt een groot deel vinden. De beleidsdocumenten zoals het waterplan, het grondwaterplan, hemelwaterstructuurplan, plan voor afkoppeling, het gemeentelijk rioleringsplan, die kunt u via het waterloket op onze website kunnen de inwoners dat al vinden. Maar het is de bedoeling dat dat bestaande beleid in een samenhang wordt gebracht met het begrip wat u ook net noemde, klimaatadaptatie. Ervoor zorgen dat er in bebouwde gebieden de hittestress afneemt en dat je voorbereid bent op het opvangen van de te verwachten hoeveelheden water. Dat is even wat ik in het kort erover wil zeggen. We werken daar nauw samen met waterschap en provincie. Dus we zijn al bezig om hier beleid voor te ontwikkelen. Alleen dat gebeurt niet in het stukje duurzaamheid. Energie uit water, wat u ook nog even noemde, daar zijn ook leuke initiatieven op dit moment van, ja, laat ik zeggen, een soort sloepen die in de rivier liggen en daar hangen dan propellers onder. Groen gebogen is daar onder andere mee bezig. Dus wij zijn op allerlei fronten hier al druk mee bezig om beleid te formuleren. Dus ik beschouw de motie even als een ondersteuning van iets wat we al doen. Maar de motie is heel concreet, namelijk neem dan wat je doet ook op in je duurzaamheidsuitvoeringsplan. Dat is wat de motie zegt. En daar pleiten wij dus voor om dat niet te doen, omdat er vanuit Rijkswegen moeten wij apart beleid formuleren op het gebied van klimaatadaptatie in relatie tot water. Dus dat willen wij graag apart doen. Dus meneer Nijburg, wat de wethouder zegt is, we gaan het doen, maar niet in die notie, niet in die notitie, maar in een aparte notitie. Begrijp ik u goed? Oké. Is dat de reactie van de wethouder? Inhoudelijk steunt u de motie, maar in zijn uitvoeringstechniek niet. Dan ga ik naar wethouder Agricola.
4 amendementen liggen. Ja, voorzitter, even een korte reactie op ieder amendement. En dan wil ik graag beginnen bij het eerste amendement wat ingediend is over duurzame dorpen. En daar kan ik op antwoorden, prima, dat was al de bedoeling. Dus wat dat betreft, daar willen we in het vervolg, zeer zeker in de uitvoering, samen met hun optrekken. Dan de tweede amendement, en daar heb je het over samenspraak met duurzame dorpen en andere partners om tot een voorstel te komen omtrent een concrete planning. Daar kan ik over zeggen. Zoals je hebt kunnen lezen is energie in balans in de kadernoten vertaald naar resultaten per verbeterdoel. Een planning voor het halen van energie neutraal op alle onderdelen in een bepaald jaar vereist invloed op ontwikkelingen buiten de gemeente Dalfsen. En daar moet je aan denken, het sluiten van kolencentrales, maar ook de ontwikkelingen van grote windmolenparken. In de kadernota heeft het college ervoor gekozen realistisch te zijn in de invloed die een enkele gemeente als Dalfsen heeft. Dan in de planning is zeer zeker wel concreet op projectniveau onder de kop tijdpad, onder elk product of projectomschrijving is daar aandacht voor. En er staat het ook onder ieder hoofdstuk. En totale overzicht komt in de Dalfsen duurzaamheidsindex terug onder de toevoeging kop klimaatmonitor. En in de klimaatmonitor staat hoe ver de gemeente cijfermatig op weg is richting energie neutraal. Dan de derde amendement over de grond. Ik zou graag willen weten wat uw oordeel is over het tweede amendement. Ik zou straks liever even samen. Het zijn wel verschillende amendementen, dus uiteindelijk moet ieder amendement moet gewoon een oordeel krijgen. Nou, die is er van eerste amendement, dat gaan we doen. Tweede amendement, daar zijn we mee bezig, staat ook in de stukken. Dan derde amendement. Over de zon. Dus met dit amendement lijkt het, of als u als raad denkt, dat er nu helemaal geen criteria zijn voor zonneparken. En die zijn er zeer zeker wel. In de vorm van de provinciale handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden. In onze eigen structuurvisie, en u heeft ook kunnen zien op de kaart wat de geschikte gebieden zijn, als juridisch kader. Kortom, een zonneveld past hier niet in een bestemmingsplan in de gemeente Dalfsen. Daarom moet de raad elk initiatief apart beoordelen. Dus ook dit, mocht er een initiatief van een zonneveld binnenkomen, wordt ieder zonneveld apart aan u als raad voorgelegd, omdat het niet past binnen het bestemmingsplan. Dan het amendement over de nieuwbouwplannen en pilot gasloze woningbouw. De burgemeester merkt terecht op dat al onze nieuwbouw is gasloos. Daar hebt u zelf bij spreken het besluit over genomen als raad. Kort geleden hebt u ook het besluit genomen om de inbreidingslocaties van de gemeente Dalfsen, dat die ook gasloos moeten zijn. Als je kijkt naar de bestaande woningen. Het college van Dalfsen heeft afgelopen najaar een subsidie van het ministerie van BZK weten binnen te halen met een innovatief aanpak voor energie-neutraal renoveren van de bestaande bouw. De voorbereiding is inmiddels klaar en de komende maanden gaat het project van start. De in dit amendement gevraagde pilots gaan binnen dit project draaien. Het worden er veel meer dan één en de communicatie rond deze ambassadeursprojecten naar woningbezitters wordt groot aangepakt. De aanpak doen we samen met enkele regiogemeenten. En we sluiten ook aan bij de grote provinciale aanpak van energie-neutraal wonen. Vanwege deze bredere samenhang binnen de regio en de subsidievoorwaarden hanteert het college deze ontwikkeling en de planning ervan als leidend. De volgorde wordt eerst pilots,
daarna voorwaarden en kaders formuleren. Omdat de innovatieve aanpak tot 2019 draait, is het niet handig om al in 2017 als Dalfsen losse kaders en een enkele pilotwoning te willen kiezen. Dus uw vraag is in voorbereiding. Probeer het samen te vatten. Volgens mij wordt het eerste amendement ondersteund. Nee, anders. De motie wordt inhoudelijk ondersteund, maar gelijktijdig wordt aangegeven dat dat beleid in een ander kader thuis hoort. Namelijk specifiek vanuit Rijkswegen moet er apart beleid op water worden geformuleerd. Maar daar zal duurzaamheid uiteraard een belangrijke rol spelen. Dat is wat ik de heer Van Leeuwen wil zeggen. Dus inhoudelijk wordt uw verhaal gesteund, maar in een ander verhaal, in andere contexten. Het eerste amendement wordt door de wethouder ondersteund. Het tweede amendement vraag ik u daar toch nog een keer op terug te komen, want uw eindoordeel is daar wat mij betreft niet duidelijk. Het derde amendement, dat wordt niet ondersteund, als ik het goed heb begrepen. En het vierde amendement, daarvan zegt u, inhoudelijk wordt het ondersteund, maar qua tijdstraject klopt dat niet. Laat ons dat nou in gezamenlijkheid met andere gemeentes doen. Dus we gaan het wel uitvoeren, maar niet in ons eentje en niet in uw tijdskader. En met betrekking tot het gasloos bouwen is het ingewikkeld om kaders te stellen, nu te gaan formuleren voor beleid wat al staand is. Dat is eigenlijk ook wat ik de wethouder hoor zeggen. Dus om die twee redenen adviseert hij negatief over het vierde amendement. Heb ik dat juist samengevat? Wilt u dan nog een keer, want ik heb gewoon uw eindoordeel over het tweede amendement niet goed begrepen. Waar dus de ChristenUnie om vraagt, is dus dat er een concrete planning aan hangt. Kijk, we hebben een planning op projectniveau onder de kop tijdspad, onder elk projectomschrijving al neergezet. Dus wat dat betreft, de planning is zeer zeker aangegeven. Ja, wij vonden juist de ambitie te vaag en daarom hebben we gezegd, je moet dat gewoon meer concreet gaan invullen, zodat die ambitie duidelijk wordt. Wethouder? Daarnaast, bij spreken, heb ik u toegezegd als raad, dat uitvoeringsprogramma wordt besproken met u als raad. En er komen heel veel van dit soort zaken ook nader aan de orde. Dus je kunt op dat moment ook aangeven van joh, wij willen op dit gebied meer versnelling. Dus het hele uitvoeringsnota wordt besproken met u als raad om met name die zaken die u in het amendement zijn weergegeven, met name om de vinger door u aan de pols te laten houden. Dank u wel. Ik wil de rest van de raad in de gelegenheid stellen om zich in de discussie te mengen. Het gaat ons er juist om dat we dus dat vastleggen in het beleid. Wat ik de wethouder heb horen zeggen is dat het allemaal vastgelegd is per project, per deelplan. En dat hij dus niet weet wat u precies vraagt. Dat is wat ik hem hoor zeggen. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn opinie aangeven. Door de gaswinning verzakken de huizen in Groningen. Vandaag in het nieuws dat de gasproductie per 1 oktober 2017 met 10% moet worden verlaagd en het zou ons niet verbazen als dit nog maar het begin is. De NAM krijgt forse claims binnen en we kunnen er zeker van zijn dat op termijn de gaskraan voor huizen dicht gaat. En het gaat niet alleen over gas, maar over alle fossiele brandstoffen. Het is dus niet meer de vraag of er wat moet veranderen, maar hoeveel tijd we nog hebben om andere oplossingen te vinden. In het beleidsplan is er veel werk verzet en de lijnen staan. Minder energie verbruiken, meer duurzaam opwekken, lokale krachten ondersteunen en circulair denken. Water is net goed uitgelegd, maar we begrijpen, we vinden aan de ene kant ook dat hij hierbij hoort, maar hebben begrip voor het feit dat het als apart punt wordt aangehouden. Zoals we eerder hebben gezegd, niets doen is helemaal geen optie. We moeten op zoek naar oplossingen, creatieve ideeën vinden. We willen daarom benadrukken dat de communicatie vanuit de gemeente daarvoor een heel belangrijk instrument is. Volgens ons is de enquête daarvoor een mooi aanknopingspunt. Het is een moment waarbij iedereen ermee bezig is en we kunnen concreet maken voor onze inwoners wat het betekent. Scenario's schetsen, zodat iedereen duidelijk op zijn Netflix heeft dat er wat moet gebeuren en dat acties ook gevolgen gaan hebben. We hebben als gemeente de plicht om dit aan onze inwoners aan te bieden. Dus zorg voor duidelijke, concrete informatie. Het is niet een probleem alleen van de gemeente Dalfsen, een probleem voor alle mensen en onze kinderen en kleinkinderen. Dalfsen is een
innovatieve gemeente met creatieve inwoners. Als gemeente moeten we dat verder zien te stimuleren en komen tot oplossingen die gedragen worden. We vinden het als gemeente belangrijk dan ook, als gemeentebelangen dan ook heel belangrijk om het uitvoeringsprogramma periodiek te bespreken. En daar zou ook de Dalfser Duurzaamheidsindex goed in naar voren kunnen komen en ook de vorderingen waar we op dit ogenblik zijn in meegenomen kunnen worden. We kunnen dan reageren en bijsturen als raad. We gaan met dit beleidsplan de goede kant op. We verwachten heel veel dynamiek van de gemeente en creativiteit en willen graag op de hoogte gehouden worden. En wij zeggen gaan. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, allereerst dank voor de, wat ons betreft, adequate beantwoording van de door ons gestelde vragen. We weten dat we als raad en zeker als CDA-fractie in dit dossier heel veel hebben gevraagd van wethouder en achtereenvolgende ambtenaren. Zeker de laatste toch nog tamelijk basale vragen hebben een flinke extra inspanning gevraagd van u allen. We kunnen niet anders concluderen dan dat u alsnog een prima stuk werk hebt geleverd. We vroegen vooral om heldere en meetbare doelstellingen. En het instellen van de zogenaamde Dalfser Duurzaamheidsindex was al veelbelovend. Maar we zijn vooral blij met de toevoeging van het algehele doel klimaatneutraal in 2025 en de duidelijke weergave van waar we op elk moment staan ten opzichte van dit hogere doel. Hier valt op te controleren en daar valt op te sturen. Onder deze condities kunnen wij ermee instemmen dat als het oude doel van CO2-neutraal in 2025 laat vallen. We hadden daarnaast nogal wat vragen en suggesties om het voorgestelde duurzaamheidsbeleid beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van onze inwoners. Onze voorstellen zijn vooral gericht op het bevorderen van participatie. De gemeente kan en moet meer ondersteuning bieden, zowel kwalitatief als financieel. Want het groenste dorp is niet het gemeentehuis. Dat zijn de inwoners met elkaar. Voor zover wij het kunnen inschatten, zijn het in het nu voorliggende beleidsplan zijn veel waarborgen opgenomen dat de verbetervoorstellen worden opgenomen in een adequate uitvoering van het beleid. En ik kom zo nog even met een reactie op de amendementen. Belangrijk wordt het vroegtijdig en doorlopend betrekken van de duurzame dorpen. Vooral waar zij een rol kunnen spelen bij het motiveren en stimuleren van onze inwoners. Daartoe moeten die dorpen de ruimte krijgen voor meer en effectief eigen beleid. Als basis daarvoor zijn een tweetal financiële ondersteuningsmaatregelen getroffen. Ook het aanstellen van een duurzaamheidsregisseur zal helpen om de inwoners over de streep te trekken om actief bij te dragen aan een duurzame Dalfser. En dan natuurlijk de inspirerende voorbeelden waar we om vroegen. Zo'n energiemeter in de Spil in Nieuw-Leuzen, zoals u van plan bent, is alvast een mooi begin. Om ook onze inwoners aan te zetten tot het meedoen door het leveren van die eigen inspanning. Tot slot de jaarlijkse evaluatie zal deze raad zicht geven op ontwikkelingen en vorderingen, maar ook de mogelijkheid bieden tot eventueel gewenste bijstelling. Al met al zijn we blij met het uiteindelijke resultaat. We zien vol vertrouwen uit naar de uitvoering en we zijn alvast erg benieuwd naar het onderzoek naar wensen en mogelijkheden tot grootschalige energieopwekking en ook naar de mogelijkheden om daar als gemeente in te participeren. Het komt ook wel deels wat terug in een van de amendementen. Wij wensen u veel succes in dit kansrijke speelveld. Dan de amendementen en de moties. Begin ik even bij de motie. Wij hadden er niet mee ondertekend. Al de amendementen en de motie kwamen wat ons betreft al erg laat. Ten opzichte van de meerderheid staan we wel sympathiek. Ook ten opzichte van de motie. Wat ons betreft hoeft het geen aparte paragraaf in de duurzaamheidsnota te worden, maar het zal wel erg handig zijn als er een verwijzing staat, want duurzaamheid heeft natuurlijk alles met water te maken en andersom. Dus een verwijzing naar waar dan de duurzaamheid te vinden is in andere beleidsnota's, zou ik zeker opnemen als ik u was. Dan de amendementen. De eerste was al door u onderschreven. Dat de duurzame dorpen beter moeten worden betrokken. Nou, dat was ook helemaal overeenkomstig onze mening, dus geen enkele discussie daarover. De tweede, dat was de planning van de ambitie ten aanzien van de verbeterdoelen en te bereiken doelen. Dat vonden wij ook al een lastige. We stonden niet zo vreemd van dat u het moeilijk had met de beantwoording. Het idee willen wij ook wel omarmen, we staan er wel sympathiek tegenover. Ik had zelf zoiets van, bedoelt
de fractie van de ChristenUnie hier niet dat we bij een evaluatiemoment, zoals u toegezegd hebt, dat we op dat moment een streep kunnen trekken van hoe ver zijn we nu gekomen en waar denken we nu de komende periode weer te bereiken bij, tot aan het volgende evaluatiemoment. Dus waar werken we concreet naartoe? Maar goed, dan hoor ik graag de reactie dan even van de indieners daarop. Dan de derde. Dan gaat het om de derde amendement gaat om de zonnepanelen en de zonneparken. Wij hebben bewust of in de discussie hier naartoe gevraagd om die brede discussie. We waren heel blij met de opname daarvan in de beleidsplan. U geeft aan dit amendement niet te willen ondersteunen. Wij willen wel steunen en instemmen we zeker met de intentie. En wij kunnen wel leven met als u daartoe zegt dat die brede discussie er gaat komen. En dan komen wij met de raad al een heel stuk verder. Dan het vierde amendement. Daar gaat het om, de indieners hebben de periode van 6 maanden al teruggetrokken. Maar het gaat om op redelijk korte termijn een plan te presenteren van hoe u een pilot op zou willen zetten om bestaande woningen van het gas af te koppelen. Dat gaat ons wel ver, want daar komt nogal wat bij kijken volgens ons. Want het gaat om privé-eigendommen, het gaat om nutsbedrijven. Wij zouden voor willen stellen om de plannen of het amendement in die zin wat aan te passen of van u een toezegging te horen, dat u een onderzoek zou willen doen van wat komt daar nou allemaal bij kijken als je dit wilt gaan doen. Want ik denk dat wij daar veel aan zouden hebben. Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Dank u. Dank u wel. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het proberen kort te houden. Ik heb de vorige keer ook al het een en ander over gezegd. In eerste instantie even over het stuk in zijn algemeen. Goed plan wat ons betreft. Ziet er goed uit. Had ik ook de vorige keer al aangehaald. Er zaten wel wat vragen en opmerkingen van onze kant. Waar we niet helemaal, op punten waar we niet helemaal blij worden. Niet helemaal tevreden zijn. Maar die zijn wel beantwoord. Niet tot onze tevredenheid inderdaad. Maar goed, ze zijn wel beantwoord. U zet in het stuk nu het criterium energie neutraal als een maatstaf om ter vervanging van CO2 neutraal. Dat zijn natuurlijk niet helemaal dezelfde grootheden, maar ik vind het wel loffelijk dat u in ieder geval een maatstaf hebt geïntroduceerd. En want dat was ook de opmerking die ik de vorige keer maakte. Al met al betekent dat dus dat wij gaan instemmen met het voorstel zoals het er ligt. En ik zou daar graag een stemverklaring bij willen doen op twee onderwerpen en die noem ik nu maar alvast, dan hoef ik er straks niet meer te doen. Dat gaat toch over dat loslaten van die doelstelling CO2 neutraal. Wij vinden dat geen goed voorstel. Ik kan goed tellen. Dus ik zou graag mijn stemverklaring willen laten. En het tweede punt gaat over die voorziening, CQ-criterium, voor het laten meeprofiteren van omwonenden bij vaak wat grootschalige energieprojecten. Dat staat er niet in. Dat gaat er ook niet in komen, dat begrijp ik wel. Ik roep u toch op om dat zo breed mogelijk toe te willen passen bij al die projecten die er toch gaan komen. En ik heb u net goed horen zeggen hoor, dat we geen zonnevelden gaan krijgen, maar ik meen toch ook te weten dat er hier en daar wel in voorbereiding is. En dan even over de motie en de amendementen. De motie, op zich goed voorstel, ik had gehoopt dat de wethouder het gewoon zou overnemen. Dat doet hij niet, want het zit in een ander beleidsterrein, snap ik. In ons ogen is het wel een goede motie. Maar de wethouder geeft aan dat hij het niet gaat doen, althans niet expliciet. Dan vraag ik me even af of dit dan een toezegging is. Want hoe gaan we dit dan zien? Wanneer gaan we dit zien? Of zegt hij eigenlijk van nou, u moet maar op ons vertrouwen dat dit goed gaat komen. In het laatste geval hoor ik het graag even. De amendementen, samenwerken, akkoord hebt u overgenomen. Ik zie dat ook maar even als een toezegging. Want anders moeten we hem in stemming brengen, denk ik dan maar. Het voorstel voor die planning. Ja, u zegt wij komen met een voorstel. Dat zie ik dan ook maar even als een toezegging. Want anders zou ik ook dat amendement willen ondersteunen. Dat van die zonneparken, daar hebt u zich duidelijk over uitgelaten. Dat gaat u niet doen. Ik heb een grote sympathie voor het voorstel, dus gaan we steunen. Ja, gasloos. U verwijst naar een beleidsplan samen met regio, gemeente en provincie. En u wilt de planning die daar wordt gehanteerd leidend maken. Nou, ik val in herhaling, ik weet het. Maar is dat dan ook een toezegging? Doet u die toezegging hier? Hebben wij die planning? Of kunnen wij die eventueel krijgen? Dat is nog wel even de vraag die ik erbij heb. Ik vind het wel een goed voorstel namelijk. Dus, maar daar hoor ik nog even uw reactie op. Tot zover.
Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Het plan is uitgebreid aan de orde geweest in de commissie. Dus ik ga niet voor een grote parochie preken en nog een keer hetzelfde herhalen. Wij juichen een groot aantal van deze zaken toe en ook de leesbaarheid van het programma is prima. En wij vinden het ook fijn dat we gaan participeren in energieprojecten buiten de gemeente om dat te bekijken en de aandacht voor de regionale samenwerking juichen wij toe. Dan wil ik het even bij laten, kortzijdshalve. En dan wil ik even wat zeggen van de motie en de amendementen, voorzitter. De motie zou ik toch graag in stemming willen brengen, maar dan bijvoorbeeld bij verzoek het college de tweede aandachtstreepje weg te halen. En dan eventueel te vervangen door dat daar verwezen wordt naar het beleidsplan, maar niet op te nemen. Dat is al eerder voorgesteld door collega's. Dan het eerste amendement. Daar zijn wij een voorstander van en ik begrijp iedereen. Om de duurzame dorpen zeg maar, ook proactief te betrekken. Dan hebben we het amendement over de duurzame ambities. Ik weet dat even de discussie over CO2-neutraal of energie-neutraal. Dat is nogal een erg hoog niveau discussie. Ik vind die doelen beide bijna onrealistisch. De lat ligt erg hoog, ook bij energie-neutraal 2025. Maar laten we dan zo interpreteren dat dat in elk geval een richting is waar we ons uiterste best voor gaan doen om dat te halen. Maar als ik eventueel binnen 2025 niet meer in de raad zou zitten, dan ben ik bereid om de wethouder die dan die portefeuille heeft een hele grote fles champagne te komen brengen als het gehaald wordt. Dus ik wens u daar veel succes mee. Maar ik geloof toch wel dat het amendement nuttig is om een concrete planning van die ambitie te hebben. Dus dat wil ik ook graag ondersteunen. Dan het plan over de zon. Partij van de Arbeid zegt sympathiek en zo. En het college of de wethouder heeft gezegd die zonneparken komen er niet. Maar volgens mij klopt dat niet. In de kaart die bij het beleidsplan zit en in de toelichting die daarbij is, worden gebieden 2 en 3 wordt verklaard dat daar ruimte is voor grootschalige zonneparken. En wat we nou wel nodig hebben is precies wat het amendement vraagt, namelijk dat er heldere kaders komen van wanneer wel en wanneer niet. En dan vind ik het wel al te eenvoudig om te zeggen, we willen ze niet en de raad moet er zich maar over uitspreken. Ik denk dat nu de bal toch gewoon bij het college ligt om die kaders daar in elk geval een voorstel voor te doen. Dus wat dat betreft geeft het amendement een keurige opdracht aan het college om met die heldere kamers te komen. Daar wil ik het graag belaten, voorzitter. Ja, Veldhuis, VVD. Oh, sorry. Er is nog één amendement die gasloze, sorry dames en heren, die gasloze woningbouw. Als je het binnen 6 maanden schrapt, dan kom je in heel eind, want wat wij namelijk willen met die motie, en straks zal de heer Meiburg dat nog verder toelichten, is dat in elk geval een pilot gebeurt, zodat we weten welke problematiek er speelt. En het is helemaal nog niet de bedoeling om zeg maar een spoorboekje te maken, maar om er gewoon een keer een beetje ervaring mee op te doen. Wat komt er allemaal kijken? Je kunt het allemaal in de boekjes lezen. Maar niets is zo helder dan een paar huizen eens een keer samen met of een woningcorporatie of een eigenaar aan te pakken. En dat is de bedoeling van deze motie. Dank u wel. En wilt u dan ook nog steeds kaders vaststellen voor reeds vastbestaand beleid? Want dat is ook nog in de motie verwoord. Dat is namelijk echt lastig. Nee. Dat kan. Het beleid het is, amendement begint echt met de zin dat het gaat met heldere kaders rondom gasloos nieuwe woningbouw. Ik kan me niet herinneren dat wij een besluit hebben genomen of dat het college is gekomen met een uitspraak dat er geen nieuwbouw plaats zou vinden dan gasloos. Volgens mij is het nog steeds heel goed mogelijk om gasloos nieuw te bouwen. Dus de vraag is gewoon wanneer wel gasloos en wanneer niet gasloos nieuwbouw. Misschien moet de wethouder dan dat punt nog even daarop toelichten. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Wij hebben ook eigenlijk in tijdens de behandelingen van het onderwerp in de commissie ook al veel gezegd. Vooropgesteld, het plan wat hier ligt, dat ziet er wat ons betreft in ieder geval al goed uit. Maar ook wat ons betreft nog een aantal opmerkingen. We hebben gezien dat de afgelopen periode om te komen tot dit plan het ons als raad en denk ook als college nogal wat bloed, zweet en tranen heeft gekost.
om hier te komen. Na 3 jaar hebben we dan een plan liggen en daar kunnen we ook mee aan de slag. We zagen toch nog een aantal openstaande punten die voor ons toch nog niet concreet waren, waardoor wij de motie, zoals die ook ingediend is door de ChristenUnie, zouden willen steunen. We roepen ook op om stevig in te zetten op de voorgestelde regionale aanpak. Mede ook in het licht gezien dat de opgave die we ons zelf gesteld hebben gigantisch hoog is. We moeten dit wel zien te realiseren met z'n allen. En ik denk dat je dat niet alleen als gemeente voor elkaar krijgt. Dat zul je toch ook echt vanuit de regionale samenwerking moeten gaan doen. Nog even ten aanzien van de zonnepark en ook even ten aanzien van de motie of het amendement die daarvoor ligt. De wethouder geeft aan van ja, dat komt dan terug hier in de raad en ten alle tijden. Dan nog hebben we wel kaders nodig om ook naar de omwonenden aan te geven en ook aan de ondernemers zelf van waar gaan wij de afweging tegen maken. Dus we hebben die kaders hebben we absoluut nodig en dat roep ik u ook echt bij deze op om daar toch nog wel kaders voor te gaan geven. Tot zover onze inbreng. We steunen voor de rest de nota. Dank u wel, meneer Veldhuis. Het klinkt wat raar, maar als voorzitter van het college heb ik kort behoefte aan een schorsing voordat ik nog een keer de heer Nijburg. Want ik heb even behoefte aan onderling beraad. Dus ik stel voor dat we de vergadering voor een kleine 10 minuten schorsen. Agenda punt 12. Oprichting commanditaire vennootschap, CV. En Stichting Cultuur is de Spil Nieuw Leuzen. Alle fracties geven aan de nieuwe constructie interessant te vinden en te kunnen ondersteunen. Het is een belangrijke organisatorische stap in de richting van cultuur. Het CDA en de ChristenUnie hebben het oordeel nog even in beraad gehouden. De andere fracties kunnen instemmen met voorstellen om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De wethouder had nadere informatie toegezegd, die is toegevoegd aan de stukken. En daarom bespreking in 2 ronden. Eventuele vragen eerst en daarna een opinierende ronde. En daarna stemming. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergadering hebben wij al gezegd dat we het op zich een niet erg gelukkige zaak vinden om een constructie te kiezen in de communitaire vennootschap, waarbij er 2 vennoten zijn met allebei 50-50 en alleen maar een overlegregeling te hebben voor als de stemmen staken. Als er echt verschil van inzicht ontstaat, dan is er geen andere mogelijkheid dan het bestuur van de stichting te ontslaan. En dat vind ik nogal een behoorlijke ingreep. Dus ik heb ervoor gepleit, of wij pleiten ervoor, om toch ergens een doorslaggevende stem neer te leggen of een kleine meerderheid in de communitaire vennootschap te nemen. Dan is er ten aanzien van de begroting bij de jaarstukken. Voor het jaar is er geen rekening gehouden met een vergadering. Daarbij wordt de begroting een maand voor het afsluiten van het jaar wordt toegestuurd ter goedkeuring. En er is niet geregeld dat er daarover overleg wordt gevoerd. En het lijkt me dat ook in de ontwerpstatuten dat moet worden aangepast. Want daar staat nog bij keuze, bij artikel 8.5, dat ook echt wel definitief moet worden opgenomen in de stukken en idem dito dat er een accountant komt die een onderzoek doet, dat ook niet meer over wordt gelaten aan de keuze van de notaris, maar dat we daar zelf een keuze in doen. Dat was het, voorzitter. Anderen nog? Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Na de bestudering van de stukken hebben we nog 2 vragen eigenlijk die naar voren komen. De eerste is, die hebben we vorige tijdens de commissievergadering ook al aangegeven, maar niet een concreet antwoord op gekregen. Of we ook subsidie kunnen verwachten voor de spil. Bij de andere cultuurhuizen is dat destijds wel het geval geweest. En kunt u ons de laatste stand van zaken aangeven met betrekking tot het belastingadvies en hoe het bestuur hierin staat? Meneer Koetsier, CDA. Ik heb geen vragen. Straks nog opiniëren, denk ik. Ja. Ander nog? Geen vragen meer? Wethouder Van Leeuwen. Meneer Rooijakkers, wij hebben de notaris gevraagd om nog eens even te kijken naar de stemverhouding 1-op-1. Of dat daar misschien nog een aanpassing nodig is. Desalniettemin
heb ik het volste vertrouwen in een gesprek en eventueel mediation, wat ook opgenomen is in de statuten, zoals u weet. Dan de begroting. Daar heeft u ook al een antwoord op gekregen vandaag. De keuze die wordt vervangen en we hebben de notaris verzocht om dat aan te passen. En dat het opgenomen dient te worden in de statuten als niet een keuze, maar als een verplichting. meneer Schuurman, u vraagt, zijn er subsidiemogelijkheden voor de spil? Twee dingen. Eén, voor wat betreft de duurzaamheidsmaatregelen hebben wij in maart, een tweede helft maart, een SDE-subsidie aangevraagd. Daar verwachten we helaas na de raadsvergadering van juni, begin juli, verwachten we daar een oordeel over. Ik ben daar positief over gestemd. Dat zal ook nog een aanzienlijk bedrag zijn van enkele tonnen. En daarnaast hebben we vanmiddag afgesproken dat we een bureau in de arm gaan nemen die voor ons gaan onderzoeken welke andere subsidiemogelijkheden er eventueel ook nog zijn. Zodat we, voordat we het besluit nemen in de raad, dat in gang is gezet. Want meestal is het zo dat als het eenmaal begonnen is, dan kun je niet meer voor subsidies in aanmerking komen. Maar dat traject gaan we dus nu in. Maar dat is op dit moment de stand van zaken. Het belastingadvies waar u naar vraagt, daar hebben we, nou, maar wel zeer, zeer uitgebreid over gecorrespondeerd. Inmiddels is het zo dat zowel de accountant als onze fiscaal adviseur op dezelfde lijn zitten. En daar ben ik dan wel weer heel blij om. Dus het kan wel degelijk. En u heeft ook misschien gezien dat de besluitregel is aangepast. Als u dat niet gezien mocht hebben, dan wil ik daar toch nog even op wijzen. Want wij hebben gezegd, en dat wordt letterlijk, en mogelijk hieraan gekoppeld een commanditaire vennootschap aan te gaan met de stichting. Dus we hebben daar nog een slag om de arm. Mocht tussen nu en begin juni blijken dat het toch nog anders moet, dan hebben we die mogelijkheid nog altijd. En dat is wat we u als besluit nu voor willen leggen. Dank u wel. Daar is ook in de commissie al. Dat was overigens gecommuniceerd. Die opmerking is in de commissie ook al doorgemaakt. Ja. Mag ik naar de opinierende ronde toe? En dan geef ik de heer Schuurman van Gemeentebelang als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we al aangegeven dat we positief staan ten opzichte van het raadsvoorstel. En de aanvullende informatie heeft dat eigenlijk alleen maar bevestigd. Alhoewel de accountant en de belastingadviseur elkaar dus eerst tegen leken te spreken, zien wij dus nu dat er stappen in zijn gezet. En dat is een goede zaak. We willen vooruitgang boeken in Nieuw-Leuzen. Volgens ons is op de voorgestelde manier de stichting in de lead, kan de exploitatie opzetten en optimaliseren. En de gemeente houdt toch controle in een overlegsituatie. We kunnen dus gewoon akkoord gaan met het voorstel, maar wel met het voorbehoud dat de Belastingdienst akkoord gaat, omdat daar nog informatie over ingewonnen wordt met betrekking tot de BTW-teruggave. En als dat anders mocht uitpakken, dan horen we dat graag. En we wensen het college en de stichting veel succes met deze mooie uitdaging van Nieuw-Leuzen. Dank u wel. De griffier maakt recht op. Formeel een voorbehoud kan niet. U geeft een bedenking mee, een aandachtspunt. En u wilt graag dat de wethouder daar rekening mee houdt bij de nadere uitwerking van het besluit dat u dadelijk gaat nemen. Oké, prima. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden. De keuze voor een CV lijkt wat ons betreft vanuit de betrokkenheid van de gemeente bij maatschappelijke voorzieningen echt een goede keus. Ik wil graag twee opmerkingen maken. Die ik ook in de commissie gemaakt heb. Ik vind het belangrijk om te noemen dat de gemeente niet op de stoel van de uitvoerders moet gaan zitten. Maar dat heeft de wethouder vorige keer ook toegelicht. En de tweede is, ik moet ook gewoon constateren dat de rechtsvorm afwijkt van andere cultuurhuizen. En wij willen graag benadrukken dat we het belangrijk vinden dat de inwoners van ons mogen verwachten dat we met één maat hanteren. Dus dat verschillende rechtsvormen niet bijvoorbeeld bij financiële problemen tot verschillende oplossingen mogen leiden. Ook daarin heeft de wethouder vorige keer wat ons betreft een goed antwoord gegeven. En alles overziend stemmen wij in met de voorstellen en veel succes daarmee. Dank u wel, meneer Koetsier.
Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie had het voorstel mee teruggenomen, omdat de onduidelijkheid voor onze fractie was dat er meerdere verhoudingen tussen gemeente en stichtingsbestuur leken te zijn. En onze zorg was dat dit tot onduidelijkheid zou leiden. We hebben de stukken nog eens nagelezen, de antwoorden teruggeluisterd en de uitleg, ook later nog van de wethouder, heeft ons ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid en rollen voldoende duidelijk zijn. En waarom kunnen we dan ook instemmen met dit voorstel? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Dan ga ik meneer Wild van de Partij van de Arbeid. Ja, ik zal het kort houden. Ze hebben de vorige keer al het een en ander over gezegd. Interessante constructie nogmaals. Vragen zijn wat ons betreft voldoende beantwoord. Graag instemming. Meneer Hooyakker. Ik ga uw hele mooie formulering niet herhalen die u van de griffier had gehoord. Maar ik ga er ook vanuit dat de desbetreffende wethouder op een wijze manier omgaat met alle raadgevingen en opmerkingen die hij uiteraard heeft gehoord. En we kunnen instemmen. Overigens was de fraaie formulering was van mezelf. Meneer Veldhuis, even. Ja, dank u voorzitter. Ja, ook heel kort, wij kunnen instemmen met het voorstel. We hebben één klein puntje wat ons opviel. En ik weet niet of we dat... echt de inleiding van het volgende punt. Het valt ons op dat er een fiscalist uit Alkmaar bij betrokken is geraakt. Terwijl we toch als gemeente aangeven hier in de omgeving onze fiscalisten vandaan te willen halen. Dat even terzijde. Prima. Dat geven we mee aan de wethouder. Dan gaan we nu... Wethouder, u wilt op dat punt reageren? Ja, zeker. Wij gaan uitsluitend voor het beste, meneer Veldhuis. Oké. Dan zou ik hem in stemmen willen brengen, dit voorstel. Voordat we een nieuwe discussie uitlokken. Lijkt me dat wel verstandig. Oprichting CV en Stichting Cultuur is de speel Nieuw Leuzen. Voorstel is geen wensen en op bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voorgenomen besluit om een Stichting voor het Cultuur is de speel in Nieuw Leuzen op te richten en mogelijk eraan gekoppeld een communitaire vennootschap aan te gaan met de Stichting Cultuur is de speel. Wie van u gaat ermee akkoord? Bent u allemaal? Meneer Hooyakkers niet? Volgens mij hebben we wel wensen en bedenkingen meegegeven. Ja, dat is prima, maar die staan hier in het besluit. Dus dat is dan... niet met algemene stemmen dus. Ja, het is ja of nee, meneer Hooyakkers. Dus, met algemene stemmen. Nota inkoop en aanbestedingsbeleid. Het is een bijzondere avond. Nota inkoop en aanbestedingsbeleid. Ik zou bijna kunnen zeggen, sinds de heer Uitslag wethouder is, is het een... is het een loodje. Hij is er toch niet meer. Dus dat kan wel. Nota inkoop en aanbestedingsbeleid 2017. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Dit betreft hoofdzakelijke technische aanpassingen. Al is er een beleidsmatige wijziging over het drempelbedrag voor het sociaal return on investment. Bespreking in twee ronden en eventuele vragen eerst en daarna op één ronde. Wie van u mag ik voor de... Meneer Hof, gemeenteplan. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb 6 vragen. Ik zal het bij je laten. De bestaande nota heeft destijds al een hele inhoudelijke discussie opgeleverd. Dat gaan we niet opnieuw doen. Dit keer is dat geheel goed opgelost door het beleid en de procesinformatie van de nota veel beter te scheiden. Naar aanleiding van de voorgaande discussie is er aangegeven dat de werkwijze met betrekking tot marktconformiteit en het roulatiesysteem aangepast zal worden. Dat zien we nu ook compleet terug in punt 5.4 van de nota. Waar ik benieuwd naar ben, is dat het onder dat punt genoemde roulatiesysteem, of dat nu inmiddels ook operationeel is en hoe de ervaringen zijn. Dank u wel. Roulatiesysteem, andere. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Kleine vraag. Er staat in de notitie iets beschreven over dat de procesgang is opgenomen in een tool. Dat klinkt alsof dat gewoon een stuk techniek is. Is dat juist? Hebben we daar als raad ook verder geen bemoeienis mee? En de achterliggende vraag is van wie stelt dat dan vast in de tool? Is dat een leverancier of zo? Hoe gaat dat in zijn werk? Daar zijn we even benieuwd naar. Is de tool uitvoering? En zo ja, wie bepaalt de aard van die uitvoering? Andere. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ook een kleine vraag. Ik meen begrepen te hebben dat er staat iets in over social investment en hoe daarmee om te gaan. En de return daarmee, return daarop met name. Ik heb begrepen dat bij de provincie wordt dat ook gemonitord, hoe dat loopt, wat daar nou precies op terugkomt, hoe dat
uitpakt. Mijn vraag zou zijn, kunnen we dat hier ook organiseren? Dat we een beetje een beeld krijgen hoe dat nou uitpakt. Dank u wel. Dat waren ze. Meneer Royakkers. Ik heb ook één vraag, voorzitter. En dat gaat over de 25 kilometer grens en de lokale betrokkenheid van leveranciers. Want er wordt een uitzondering gemaakt voor de talentenregio die is gehuisvest in de gemeentehuis van Dalf. Zelfs daar inkopen of aankopen geschieden dat het dan niet van toepassing zou zijn. En ik heb een vraag waarom dat in hemelsnaam niet kan. En ook de omschrijving die in overigens de bijlage 2 die ik erg op prijs stel met verschillen wordt gegeven. Denk ik dan, wij zijn slechts gastheer, staat daar. Nou, ik zie mijzelf als gemeente als opdrachtgever, niet als gastheer voor die talentregio, als die inkooptaken vervullen. Dus mijn vraag is, ik snap niet waarom dat deze uitzondering zo hard wordt gemaakt. Ik snap het voor pennen en papier, en die voor heel veel verschillende gemeentes worden ingekocht, maar als er iets specifiek voor Dalfsen gaat, dan zou ik zeggen, we moeten gewoon die grens hanteren. Ja, meneer Veldhuis nog? Ik heb ook één korte vraag. In de doelstellingen staat dat een van de doelstellingen is om lokale en regionale economie te stimuleren. Dit kan toch niet bij nationale en Europese aanbestedingen? Of zijn er wel mogelijkheden toe om dat toch te doen? Oké. Dank u wel. Wethouder, vindt u het goed dat ik dat punt van die talentenregio pak? Want dat is geloof ik mijn verantwoordelijkheid, zit in mijn portefeuille. Meneer Royakkers, de talentenregio is niet van ons. Maakt geen onderdeel uit van onze organisatie. En u kunt zich voorstellen dat bij wijze van spreken Deventer het raar zou vinden als wij de talentenregio zouden dwingen om Dalfsen Waar te kopen. Want Deventer als een veel belangrijkere opdrachtgever van de talentenregio en in die zin ook een veel belangrijkere eigenaar van de talentenregio zou dan bepaald maar denken, ja maar waarom Dalfsen Waar en waarom geen Deventer Waar? Dus hebben we bij de talentenregio, omdat het gewoon geen onderdeel is in die zin van onze organisatie Natura, hebben we de regio en niet Dalfsen als uitgangspunt gekozen om die discussie niet met andere deelnemers van de talentenregio te hoeven voeren. Dat is de reden waarom we dat gedaan hebben. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter. Het relatiesysteem actief zijn we mee begonnen. Dus wat dat gaat, ik kan u nog niet vertellen van hoe momenteel de ervaringen zijn. We zijn er net mee begonnen. Dan de vraag van de ChristenUnie. Technisch fanaat, ik heb daar zo voor u het antwoord niet op, maar ik kan wel schriftelijk doen toekomen. Dan de SOROI. Die is van, u hebt kunnen lezen dat wij dus het drempelbedrag van meer dan 2 ton loslaten. En dat wij nu per aanbestedingstraject gaan kijken hoe we het gaan doen. Wij willen u daar wel over informeren van wat nou de ervaringen daarmee zijn. Dus dat kan ik u toezeggen. En in ieder geval de VVD, die zijn dus zo van de aanbestedingsvoorwaarden zijn samengesteld in overleg met het bedrijfsleven. Je hebt de regionale economie, je hebt nationale economie, maar die zijn van, we hebben het zo geplooid dat met name onze eigen inwoners hebben ook met nationale aanbestedingen en het kan ook met Europese aanbestedingen, hebben ze altijd bij sprekende mogelijkheid om mee te doen, mits ze aan de zaken voldoen. Dus wat dat betreft, daar is, dat is goed in gebed. Dat was het, voorzitter. Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Nog aanvullende vragen, tweede instantie? Ja, ter verduidelijking, voorzitter. U gaf een hele uitleg over de talentregio. En ik snap dat als men iets inkoopt wat voor een hele regio is, dat we deze conditie niet hebben. Maar koopt men dan nooit iets speciaal in voor Dalfsen? Dat was mijn punt eigenlijk. Als men speciaal iets inkoopt voor Dalfsen, dat het dan wel gewoon van toepassing is. Maar als dat niet zo is, prima. Ik weet niet of ze speciaal iets voor Dalfsen inkopen. Vraag ze ook eerlijk gezegd nooit. Ik beschouw het als een aparte organisatie die verantwoordelijkheid aflegt aan het bestuur van de talentenregio en niet aan de gemeente Dalfsen. Dus we gaan er gewoon niet over. En ik wil er ook niet over gaan. Laat staan dat ik wil bepalen waar zij wat, wanneer, hoe gaan inkopen. Dus het is heel simpel. Dus het is gewoon voor mij niet aan de orde. Ik ga er niet in zitten voeten. Ik geloof dat de heer Berends bestuurder is van de talentenregio. Ik ben het helemaal niet. Ja, was, maar dat is niet zo lang geleden. Nee, de talentregio koopt in voor de hele regio en niet specifiek voor de gemeente Dalfsen. Dan naar de opinierende ronde toe. Kijk even rond. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het betreft een duidelijke nota met in de bijlage duidelijk omschreven wat er is gewijzigd en welke teksten zijn verwijderd en waarom deze zijn verwijderd.
Fijn om te lezen dat er geen drempelbedrag meer is voor het inzetten van sociaal return of investment. Maar dat het daar wel, waar het realistisch is, kan worden ingezet. Volgens de nota werken wij conform wetgeving en daar waar mogelijk gaan we voor duurzaamheid, social return on investment, sociale werkvoorziening en innovatie. Dit zijn thema's die bij ons hoog op de agenda staan. De CDA-fractie ondersteunt dit dan ook van harte en kan dus instemmen met deze nota. Meneer Hof, gemeentemaar. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij sluiten ons aan bij het CDA, dus ik hou het kort. We stemmen in met de nota. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. We zien de informatie nog tegemoet. Tegelijkertijd hebben we niet de indruk dat ons dat moet weerhouden om een keuze te maken op dit punt. Dus we zullen dit ook ondersteunen. En we zijn ook met name blij met de verandering, eigenlijk de aanscherping op het punt van social return. Dus in die zin, onze steun is daar. Dank u wel. Dank u wel. En meneer Wildfank? Ja, ik probeer het nog kort te houden. Zullen we ermee instemmen? We zijn blij met de toezegging op dat punt van social return on investment. Dank u wel. Meneer Royakkers? We zullen ondanks de uitleg die ik nog steeds niet snap, ermee instemmen. Prima. Meneer Veldhuis, CVD? Wij zullen ook instemmen. Mag ik hem dan in stemming brengen? Nota inkoop en aanbestedingsbeleid 2017. Voorstel de nota inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 mei 2017. En 2. Het inkoop en aanbestedingsbeleid vastgesteld op 26 oktober 2015 per 1 mei 2017 in te trekken. Wie gaat daarmee akkoord? Doet u dat allemaal? Doet u allemaal met algemene stemmen? Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 14, wijziging verordening klachtbehandeling. Nou, dat heeft eerder op de agenda gestaan, is toen ingetrokken op verzoek van de raad, geagendeerd meerdere malen in het presidium en nu terug bij u in de orde. Rechtstreeks in de raad, bespreking in 2 ronden, eventuele vragen eerst en daarna een opinierende ronde. En heeft iemand van u nog vragen op dit punt? Meneer Ramer. We hadden in de fractie één vraag dat we het als raad weer terugzien, maar ik werd vanmiddag op de wenken bediend door onze griffier. Die zei, er komt een jaarlijks overzicht en die stond toevallig ook op de mededeling. Dus we worden op de wenken bediend en voor de rest kunnen we akkoord gaan met dit stuk. Klopt, 6 april op rest geplaatst en dan gaat het over de jaarlijkse rapportage over de klachten die er geweest zijn en de wijze waarop die zijn afgehandeld, zowel intern als extern. Nog verder vragen? Mag ik u ruimte geven voor een opinierende ronde? Is daar behoefte aan? Nee? Mag ik hem gewoon in stemming brengen? Ja, dan doe ik dat. Ook een beeld. Wijziging voor ordening klachtbehandeling. Voorstel is vast te stellen de eerste wijziging voor ordening klachtbehandeling gemeente Dalfsen. Wie van u gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal? Dan is die vast. Vriendelijk. Dan ga ik naar agenda punt 15. Het is ook wat. In de kern communicatiebeleid. En dit voorstel is uitgebreid besproken in de raadscommissie. Het was een positieve grondhouding, maar er waren nog vragen met name over de kosten en de noodzaak voor huisstijl en ook de formatie. Het college heeft aanvullende informatie over de huisstijl toegevoegd op het RIS. 2 rondes. Graag weer. Beeld vragen inhoudelijk. Niet aan mijn rechterzijde, aan mijn linkerzijde nog. Nee? Opinierend? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Communicatie en participatie. Nou, communicatie, onmisbaar element om te komen tot een goede besluitvorming en implementatie van besluiten. We zijn ook blij met de punten die in deze notitie zijn aangedragen. Participatie, altijd een bewuste keuze. Zowel bij gemeentelijk initiatief als bij particulier initiatief. Uitstekend. En dat we aansluiten en gebruik maken van moderne media is nodig. En tegelijk de traditionele communicatiemiddelen niet veronachtzamen. Om iedereen te kunnen bedienen en te betrekken. In die zin, dat staat in de notitie, daar zijn we blij mee. 2 punten van aandacht dan wel kritiek. En de eerste betreft toch ook wel de uitbreiding van de capaciteit. Die zit op een aantal fronten ook weer in deze notitie. De laatste tijd worden we wel regelmatig geconfronteerd met uitbreiding van capaciteit. En overal zit natuurlijk een verhaal bij en tegelijkertijd bekruipt er langzamerhand het gevoel van, hebben we nu alles in beeld? Of kunnen we straks nog meer verwachten van dit soort voorstellen van capaciteitsuitbreiding? Want als je echt alles optelt van wat er de afgelopen 3 maanden voorbij is gekomen,
gaat het echt om substantiële hoeveelheden uitbreidingen die in de voorstellen zijn opgenomen. We zijn daar nog niet helemaal gerust op dat dat allemaal nodig is. We zouden het college ook willen vragen om daar waar mogelijk is na te denken over tijdelijke invullingen. En het niet allemaal zomaar structureel neer te zetten. Denk bijvoorbeeld, en hou het maar even bij de raad, zou je die 4 uur wel structureel moeten invullen? Of zou je kunnen zeggen van nou, als we een verbeteringsslag willen maken, doe dat dan voor 2 jaar en kijk dan na 2 jaar nog eens weer of we wel moeten verlengen. Dus kijk in die zin naar wat is structureel en wat is incidenteel. Dat is punt 1. Tweede punt, dat is ook de discussie die we de vorige keer in de commissie hebben gevoerd over de nieuwe huisstijl. U hebt aangegeven dat het in die zin ook niet een waardevrij onderzoek is, want dat erop gericht is dat er een nieuwe huisstijl komt met een logo. Met een nieuw logo, want dat ziet u toch als drager van de huisstijl. Nou, dat zou kunnen. Maar zonder eigenlijk verdere aanduiding waar dit nou op gebaseerd is, deze mening. Behalve dat er dan staat van ja, dat is 10, 12 jaar oud. Nou, toch vinden we wel eigenlijk best wel dat we een heel mooi logo hebben. Passend bij onze centrale missie en visie. En het is maar de vraag of in het kader van de aanpassing of de actualisatie van missie en visie, onze centrale missie en visie nou echt wordt aangepast. Die indruk die hadden wij in ieder geval nog niet direct. Dus is dat allemaal wel zo nodig? En die vraag die zouden we dan ook wel graag expliciet beantwoord willen zien in dat onderzoek wat u gaat uitvoeren. Dus iets wat minder gericht op per se een nieuwe huisstijl. Want het maakt ook nogal verschil of je een huisstijl aanpast, met name ook het logo, of dat je echt naar een complete nieuwe gaat. Ook in het kader van duurzaamheid mag je die vraag toch nog wel eens even stellen van wat voor effecten dat het heeft. Want al die mooie kopjes die hier op tafel zitten, die zou je vervolgens toch bij de kringloop moeten deponeren, ben ik bang. Oftewel, probeer daar iets wat ruimer en wat minder vooringenomen in te zitten. Dat zou onze oproep zijn en ook eigenlijk onze stemverklaring. Eigenlijk is de achterliggende vraag, want die informatie hebt u inmiddels gegeven, of €125.000 voor aanpassing van de huisstijl, of dat de meest effectieve manier van inzet is van middelen. In het kader van communicatie. Die vraag hebben wij toch echt nog wel. U komt er nog op terug. Maar misschien kunt u een onderzoek doen beneden die €35.000. Wij zullen verder wel instemmen met het plan, omdat er gewoon ook hele goede dingen in zitten, absoluut. Maar dit is wel een punt wat toch wel blijft hangen. En zie dat als een serieuze stemverklaring. Dank u wel. Ik heb nog even verder rond. Meneer Ramaker. Ja, voorzitter, dank voor het stuk. In de commissie gingen we eigenlijk al akkoord, dus het is duidelijk en overzichtelijk neergezet. Compliment aan de opstellers ervan. Veel gaat er goed in de gemeente en ja, sommige dingen kunnen beter. Dus wat onze visie betreft, werken aan verbeteringen, leren van leermomenten, maatwerk leveren, soms inspelen op de actualiteit. Draag zorg voor een goede terugkoppeling, ook richting onze medeburgers. Vragen snel en adequaat afhandelen is daar een belangrijk onderdeel van. Nou, de KCC, dus de klantcontactcentrum, en de buitendienst, dat zijn onze ambassadeurs. En daar moeten we met z'n allen trots op zijn, want dat zijn onze eerste mensen die dus de burger bedienen. Dus, en voor de rest kunnen we akkoord gaan met het stuk. Dank u wel. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet in herhaling vallen. We hebben vorige keer al onze opinie gegeven en onze aandachtspunten en daar wil ik het bij houden. Dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, we hebben de vorige keer ook al iets aangegeven over het plan, dat we het een mooi plan vinden en dat we wat tegen de kosten aanhikken. En ik denk dat ik in herhaling zou vallen als ik dat allemaal nog een keer ga zeggen. Dus ik sluit me gewoon aan bij wat de ChristenUnie daarover inbracht, met name op het puntje van die huisstijl. Want ik ben ook nog niet helemaal zo overtuigd van dat dat allemaal anders zou moeten. Hou dat geld maar even binnen, zou ik zeggen. Dus dat is wat mij betreft een serieuze stemverklaring. Tegen de kosten, maar voorop zich het inhoudelijk goede plan. Meneer Royakkers, D66. Voorzitter, ik sluit me daarbij aan. En indirect dan ook weer bij de ChristenUnie.
We hebben ook al zowel bij de begrotingsbehandeling als bij de discussie die we hadden over de invulling van de financiële ruimte die we zouden hebben, erover ons een beetje beklaagd dat alles iedere keer opgaat aan uitbreiding van FTE's. Nou, dat is nou ook een heel klein beetje het geval. En ja, ik vind nog steeds 7.000 tot 10.000 euro voor een onderzoek voor het burgerpanel veel geld en die andere dingen ook. Ik denk dat ontwikkelkosten voor een nieuwe huisstijl bij veel bedrijven het veelvoudige kosten van wat hier staat. En zeker de implementatie is nog niet zo erg hoog ingeschat. Dus ik denk dat als je echt overgaat tot nieuwe huisstijl, dat dat heel erg begrotelijk gaat worden. En ik zou er ook wel zware argumenten voor willen zien. Voor het overige vind ik het een hartstikke mooi plan. En laten we ermee doorgaan. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben tijdens de behandeling in de commissie hier ook al voldoende over gezegd. Sluit me ook verder aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn door de ChristenUnie ten aanzien van de kosten voor de huisstijl. Ik heb zelf ook het vermoeden dat de kosten die we nu zien lang niet alle kosten zijn die we gaan zien als we een nieuwe huisstijl gaan implementeren. Dit zal het bij lange na niet zijn. Dus ook hier een serieuze stemverklaring. Nou, misschien goed dat ik op dat laatste punt ook reageer, want het is door meerdere fracties ingebracht. Ik wil niet in een semantische discussie terechtkomen. Wat ik de vorige keer probeer aan te geven is dat de vraag, zou een nieuwe huisstijl mogelijkwijs niet nodig zijn, niet geheel waardevrij was. Het was niet een willekeurige vraag, maar het is wel een serieuze vraag. En het antwoord op die vraag kan zijn, nee, dat is niet nodig. Dus dat is een mogelijk antwoord. En ik begrijp ook dat in het kader van kostenafweging dat ook serieus moet worden onderzocht of het niet nodig is. Waarom hebben we gezegd hij is niet waardevrij? Ik wil u dat toch meegeven. Omdat sinds 2001 ook in de communicatiewijze, het instrumentarium wat je hanteert, er echt heel veel veranderd is. Denk aan het feit dat we veel meer digitaal doen. Denk aan het feit dat participatie bijvoorbeeld veel belangrijker was. Dat kwamen we in onze missie en visie kwamen we het woord niet eens tegen. Het staat er gewoon niet in als je het zoekt. Dus dat is heel fascinerend. Dat betekent dus dat een aantal elementen in onze relatie met burgers zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 20 jaar, 15 jaar, die we voor de fusie nog niet eens kenden. En dan redeneer je naar een nieuwe situatie toe waarin je denkt, dan is waarschijnlijk ook de manier waarop je communiceert en de wijze waarop je dat doet, die is waarschijnlijk ook een verandering onderhevig. Dat is wat ik bedoel met waardevrij. Maar het zou best kunnen dat je dat onderzoekt en toch tot de conclusie komt dat de huidige huisstijl nog voldoet. Dus ja, het wordt serieus onderzocht. Maar het was ook een serieuze vraag, laat ik het zo zeggen. En in die zin niet waardevrij. Ik heb u ook aangegeven, volgens mij, dat als de uitkomst zou zijn dat we vinden dat die dan moet komen, dat er dan naar alle waarschijnlijkheid kosten zijn verbonden en de implementatie daarvan, dan zal een krediet voor moeten worden aangevraagd. Dus dan komen we bij u. Ik zou er wel op willen wijzen dat de implementatiekosten in deze tijd veel lager liggen dan dat een jaar of 10, 15 geleden het geval was. Dat heeft alles te maken met diezelfde digitalisering. Dus enveloppen en zo en briefpapier en zo en al dat soort dingen, dat hoef je allemaal niet meer weg te gooien. Dus het is ook veel makkelijker om het te implementeren, maar er zijn nog altijd kosten aan verbonden. Zoals het vervangen van koffiekopjes. Dat hoef je ons niet onmiddellijk te doen. Maar goed, maar ik zeg u toe, het wordt een serieus onderzoek, dus het is niet waardevrij, maar er wordt wel echt onderzocht. En dat betekent ook dat de uitkomst de lagere kosten kan zijn en een kredietvoorstel met betrekking tot eventuele implementatiekosten komt gewoon bij u langs. Dus u staat dan vervolgens ook daar gewoon weer volop, vervult uw rol in de besluitvorming. Nou, heb ik daarmee voldoende gereageerd, meneer Nijkamp, op uw inbreng en daarmee ook op die van anderen? Ja, op dat punt wel. We vinden nog steeds dat 35.000 euro voor het onderzoek wel erg veel is om tot die conclusie te komen. Tenminste, als we het goed begrepen hebben, goed gelezen hebben. De keuze of je uiteindelijk naar die nieuwe huisstijl toe wil en een nieuw logo. Nou, ik weet niet wat we dan allemaal gaan onderzoeken om tot die keuze te komen. Maar 35.000 euro vind ik wel erg ruim. Tenzij we het niet goed begrepen hebben, maar dat hoor ik dan graag. Een tweede punt is die formatieve uitbreiding die we op een aantal punten tegenkomen, waarvan we zeggen van nou, kijk vooral eens even van wat is structureel en wat zou je voorlopig incidenteel kunnen invullen. Ja, dat wil ik best richting het college uitspreken morgen of de volgende week tijdens de collegevergadering, maar ik zou het wel fijn vinden als ik nu gewoon ook echt bij dit voorstel zou mogen blijven
En dan verdedig ik de formatieuitbreiding hier, omdat de functie communicatie ook echt een andere betekenis heeft gekregen. Dus er worden echt andere dingen gevraagd van de communicatieafdeling van een aantal jaar geleden. En daar hoort formatie bij. Ik kan er echt niks aan doen. Het is een veel crucialere functie geworden in de afgelopen 20 jaar. Vroeger was communicatie voor een belangrijk deel echt heel formeel en voor een belangrijk deel representatie. Tegenwoordig is het cruciaal bij beleidsontwikkeling. En ja, ik verdedig dat echt, dat punt verdedig ik van harte. Dus daar wil ik ook geen nuancering op aanbrengen. Ik snap uw andere punt wel, daar wil ik ook echt graag aan het college aanbrengen. Van hey, bieden we de raad nu voldoende overzicht als het gaat om de totaalontwikkeling. Maar dat zou ik dan los willen zien van deze besluitvorming, als u dat goed vindt. En als u dat niet goed vindt ook trouwens. Dat is echt mijn oprechte overtuiging. Mag ik in de stemming brengen? Mag je in beeld? Voorstel het communicatiebeleid 2017-2022 vast te stellen. De financiële consequenties voor participatie, inclusief jongerenparticipatie, online communicatie en raadscommunicatie, uit 38.000 voor 2017 te lasten brengen van het resultaat. De structurele financiële consequenties 38.000 voor 2018 en verder mee te nemen bij de integrale afweging in de perspectiefnota. En de incidentele financiële consequenties van 250.000 voor de jaren 2018 en 2019 beschikbaar te stellen. En te verwerken in respectievelijk de perspectiefnota en het investeringsplan 2018-2021. Jaarschijf 2019. Wie van u kan daarmee instemmen? Ik kijk even rond. Dat bent u allemaal. En dan is dat met algemene stemmen aangenomen, gehoord hebbende de bedenkingen die door een aantal van u zijn geuit. Dan kom ik bij agenda punt 15a, motie vreemd aan de orde van de dag. Meneer Royakkers, mag ik hem gelijk in beeld? Voor mij wel, en gezien de tijd. Laten we dat maar gewoon doen. Stel ik voor dat we er niet te veel tijd aan besteden, voorzitter. Ja, dat is wel. Dat is en gewoon allemaal ja stemmen. Het is een interessante inbreng voor iemand die een motie indient en die zegt, nou laten we niet te veel woorden vuil maken. Maar dat zei je niet zomaar. Zo zou ik het zomaar kunnen samenvatten. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp winkelopenstelling Lemmerveld. Gelezen en gehoord. Het raadsbesluit van december 2007. Waarin op grond van artikel 3 van de winkeltijdenwet is besloten dat voor de kern Lemmerveld vrijstelling is verleend aan het verbod de winkels voor publiek open te houden als bedoeld in artikel 2 van de winkeltijdenwet, koopzondagen. Tweede aandachtspunt, de discussie. Tijdens de inspraakavond over de detailhandelsstructuurvisie op 4 april jongstleden in Lemmerveld, waar enkele ondernemers de verruiming van de openstelling op zondag met nadruk naar voren hebben gebracht als van groot belang voor het behoud van een actief koopcentrum in de kern Lemmerveld, waarvoor het winkelbestand op tenminste het huidige niveau gehandhaafd dient te blijven, overwegende dat één meerderheid van de gemeenteraad in 2007 geen belemmering heeft gezien in het toestaan van koopzondagen in Lemmerveld, aan het definitief besluit een pilot is voorafgegaan waaruit niet is gebleken dat er belemmeringen van welke aard dan ook zijn ingebracht, waardoor de gemeenteraad tot voornoemde besluit is gekomen. Sinds het raadsbesluit in 2007 en wel 10 jaar verstreken zijn, waarin deze periode zondagsopenstelling alleen maar veldgemeengoed is geworden. In de omliggende dorpen zoals Raalf en Heijnen en veel ruimere zondagsopenstelling al bestaat en daarmee concurrerende positie wordt ingenomen ten nadele van de kern Lemmerveld. Zondagsopenstelling voor enkele ondernemers in Lemmerveld, mede vanwege het regionale voorzieningenniveau van wijzigingen in het koopgedrag, essentieel is om op tenminste het huidige ondernemersniveau te kunnen blijven functioneren. Gelet op het toeristenseizoen, het voor de sector dagelijks boodschappen, supermarkt, van belang is om in die periode zondags voor een deel van de dag open te kunnen zijn. Het huidige aantal toegewezen openstellingen per jaar niet meer als toereikend kunnen worden ervaren. Het de nadrukkelijke wens van ondernemers zelf is om ruimere openstellingsmogelijkheden te hebben op aansluiting te houden bij het koopgedrag. En tenslotte bij het college de bevoegdheid is neergelegd om de dagen op de koopstelling worden gehouden aan te wijzen in overleg met de ondernemersvereniging Lemmerveld. Spreekt uit dat. Gezien de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en de specifieke situatie in Lemmerveld er redenen zijn om 1. Het huidige aantal van maximaal 8 dagen per jaar te wijzigen en minimaal 8 en maximaal 12 dagen per jaar voor elke branche afzonderlijk. En 2. De openingstijden op zondag toe te staan tussen 12 en 18 uur. Verzoekt het college uitvoering te geven aan deze motie met die verstande dat het aanwijzen van de dagen van de openstelling op zondag optimaal wordt afgestemd met de ondernemers. Waardoor het voor iedere ondernemer mogelijk is die dagen te kiezen die voor zijn of haar onderneming en klanten het meest relevant zijn en gaat over tot de orde van de dag. De indieners, meneer Royakkers en meneer Veldhuis. En er is ook nog een toelichting. En die laat ik even voor wat die is.
Heeft u verder nog behoefte om daar mondeling iets over te zeggen, meneer Rooijakkers? Nou, ik vind dat u het geweldig hebt voorgelezen en dat, dat het zelf uitlegt, die uitleg zelf is. Ja, helder. Dus ik wil het daar kort zelf gezien de tijdstip van de avond ook bij houden. Ja, zal ik, meneer Veldhuis, wilt u hier nog iets toevoegen? Nee, voorzitter, ik denk dat alles staat erin. Dus oké, okay. Helder. Is de raad geïnteresseerd in de reactie van het college op dit punt, alvorens zij haar eigen inbreng brengt? Ja? Nou, die mag ik geven. Vol vreugde. Voor het college is het eigenlijk heel simpel. Er ligt gewoon een coalitieakkoord en dat voeren we uit. En het coalitieakkoord biedt geen ruimte en geen mogelijkheden voor een discussie over de winkel openstellingstijden op zondag. En wij zijn daar loyale. Klaar. Dus als u vindt dat we iets moeten doen, dan zult u de meerderheid van de raad zover moeten zien te krijgen. En als u de meerderheid van de raad erover kunt overtuigen, dan zijn wij als college dienstbaar. Maar in die discussie voeren wij verder geen rol. En we zijn ook niet van plan om enigszins daar voorbereidende activiteiten of wat dan ook en uit te voeren zonder nadrukkelijk een opdracht te hebben van de raad. Dat is de hele formele en weinig inhoudelijke positie, maar buitengewoon comfortabel. Verwacht u van mij een antwoord? U mag nou, een reactie ik geven, maar ik doe een beroep op mijn collega's in de raad om verstandig na te denken ja, en om goed te stemmen. Ja, misschien zonder fractiediscipline, maar... Ik mag u allemaal vragen. En, kijk, in uw geval is het fractiediscipline natuurlijk absoluut niet nodig. Maar dat mag u allemaal vragen. Maar voor het college is het gewoon echt heel helder. Er ligt een coalitieakkoord. Dat is een opdracht die we meegekregen hebben. Daar houden we ons aan. Die stellen we ook niet ter discussie. Zo simpel is die. Misschien willen daar andere fracties nog iets over zeggen. Wat over zeggen. Even opnieuw drukken. Nee, zoals u al zei, staat het in het coalitieakkoord. Het staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat wij geen uitbreiding doen van de zondagopenstelling. In juni vorig jaar hebben wij met de coalitie, met gemeentebelangen, nog een brief gestuurd aan de ondernemers in Nimmerveld dat wij geen uitbreiding doen in deze periode. Dus, en het CDA is van mening dat we één dag per week tijd moeten nemen voor het immateriële, voor bezinning en voor rust en voor het samen zijn en het gezin. En daar houden wij tot nu toe aan vast. Anderen nog behoefte op dit punt? Meneer Raamaker? Voorzitter, we hebben een coalitieakkoord getekend. Daar heb ik zelf de handtekening voor gezet en daar houden we ons aan. En ja, volgend jaar is weer verkiezingen. En ik zou tegen D66 zeggen, kom volgend jaar gewoon terug. Ik zie niemand anders, meneer Wildfrank. Ja, ik wil er nog wel kort iets over zeggen. Ik zou de motie van harte willen ondersteunen. Sterker nog, ik vind hem eigenlijk wel wat aan de magere kant. Maar goed, als dit de uitkomst is van wat overleg, dan vind ik dat prima. Dus ik zou hem graag willen ondersteunen. Ik vind het ook jammer dat we een dorp als Lemelenveld, want daar gaat het toch met name over, waar de ondernemers zo nadrukkelijk aangeven dat ze behoorlijk last hebben van zeg maar, de concurrentie van de dorp om hen heen. Zelfs Ommen heeft inmiddels 12 koopzondagen vastgesteld. Ik vind het jammer dat we dat nu kennelijk over de verkiezingen heen tillen. Want dat hoor ik eigenlijk toch een beetje zeggen. Maar goed, er is een gegeven kennelijk. Dus ik zou de motie graag willen ondersteunen. En ik had gehoopt dat daar wat souplesse zou kunnen zijn in de benadering van dit onderwerp. Meneer Nijkamp nog? ChristenUnie? Ja, soms zijn er dingen in een coalitiedocument die zeer wel gevolgd zijn. En dit is er wel één van, moeten we zeggen. En, maar ook daarnaast, ik vind ook wel dat je in dit kader ook wel rekenschap moet geven van de inbreng in de discussie van de detailhandelstructuurvisie. Waarin ook heel nadrukkelijk een aantal signalen zijn meegegeven van wees nou met elkaar zuinig op die lokale ondernemers. Want de meeste lokale ondernemers zitten namelijk hier helemaal niet op te wachten. Die zijn al blij dat ze zaterdagmiddag eindelijk eens een keer die tent kunnen dichtdoen. En laten die alsjeblieft ook gewoon die zondag als een gezamenlijke rustdag of recreatieve dag in eigen kring kunnen doorbrengen. Dus dat zullen wij vooral blijven benadrukken. En ja, je zult niet vreemd opstaan te kijken dat wij voorlopig nog niet zijn te vinden in het kamp van de voorstemmers. Dank u wel. Dank u wel. Heb ik dan in ieder geval voldoende gepolst, meneer Rooijakkers? Mag ik hem gewoon in stemming brengen? Ja, je motie mag ook worden afgestemd, hoor. Er staat nergens dat dat niet mag.
Ik ga hem niet meer voorlezen als u het goed vindt. Want dat heb ik al gedaan. Dus ik verwijs naar de eerdere voorleesronde. En dan kom ik tot de slotzin. Verzoekt het college uitvoering te geven aan deze motie met dien verstande dat het aanwijzen van de dagen van openstelling op zondag optimaal wordt afgestemd met de ondernemers, waardoor het voor iedere ondernemer mogelijk is die dagen te kiezen die voor zijn of haar onderneming en klanten het meest relevant zijn. En gaat over tot de orde van de dag. Wie van u stemt daarvoor? Dat zijn de leden van de VVD, D66 en de Partij van de Arbeid. En de overige leden zijn daartegen. En daarmee is de motie afgewezen. En dan ben ik nu bezig met agenda punt 16, vaststellen van de besluitenlijst 27 maart 2017. Heeft iemand van u daar nog opmerking over? Mag ik hem afslaan? We hebben nog een agenda punt 18, 17, ingekomen stukken. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet even mijn bril weer opzetten, anders dan komt het niet goed zo laat op de avond. Er is een ingekomen stuk van Dutch Child Center en dat dateert van maatjongsleden. En in dit stuk worden door kinderen geformuleerde vragen gesteld met betrekking tot de jeugdwet 2 jaar na de inwerkingtreding. Wij willen eigenlijk voorstellen om deze vragen mee te nemen in de eerstvolgende evaluatie van de jeugdwet. Eigenlijk hier de halfjaarrapportage van het sociaal domein. Omdat wij verwachten dat het beantwoorden van deze vragen goed inzicht geeft in de stand van zaken rondom de jeugdwet. En vraag aan het college is of u dit in overweging wil nemen. Ja. Vindt u het goed dat ik dat inbreng in de komende collegevergadering bij de rondvraag, zodat de nieuwe wethouder daar ook inhoudelijk op kan reageren? Dat lijkt me wel net zo netjes. Is dat akkoord? Dat is helemaal akkoord. Dank u wel. Prima, dan doen we dat. En dan hoop ik dat de secretaris me daaraan helpt denken, want ik ben bang dat ik het vergeet. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, een vraag naar aanleiding van de mededelingen. Of een opmerking. Daar zit een verslag bij, een jaarverslag bij over 2016 van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. En in het kader van ons streven naar klantvriendelijkheid bevreemdt het ons dat de beslistermijn van het bestuursorgaan is opgelopen van 62 dagen in 2015 naar 107,5 dagen in 2016. En dat is dan nog exclusief enkele bijzondere lange procedures. In veel gevallen is daarmee de wettelijke termijn met meer dan 14 dagen overschreden. En de commissie wenst dan ook een verbeterslag daar. Wij vragen het college om in ieder geval ons te informeren over welke actie men denkt te gaan ondernemen om de termijn weer terug te brengen tot redelijke proporties. Ik zal binnenkort in gesprek gaan met de voorzitter van de bezwaarcommissie, want daar heeft u het over. Hè? En aan haar vragen om mij daarover te informeren. Dat zeg ik, ja, dat ga ik doen. Nee, ik heb dit punt gehoord. Moet u een plan hebben of zoiets? Nee, ja, we gaan hem terugbrengen. Het is wel de commissie, hè? Dus in die zin, ik ga de commissie vragen om mij te informeren over wat ze gaat doen. Maar het is ingewikkeld als ik haar moet... Om te verduidelijken, de commissie richt zich aan het bestuursorgaan. En zegt van, dit is meer het gevolg van de trage behandeling door het bestuursorgaan. Ja, daarom. En daar zal ik de commissie nader over bevragen en daar informeer ik u over. Nog andere punten? Nee? Er is een agenda punt 18. En daar zijn we aangekomen. Mag ik u allemaal bedanken voor uw inbreng. Dit was een van de langste vergaderingen in mijn loopbaan, in ieder geval hier in dit huis. Nou hadden we natuurlijk ook wel een beetje een ingewikkelde start en we hadden ook best wel een paar ingewikkelde onderwerpen. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal gered met elkaar. Mag ik u bedanken voor uw inbreng en ik sluit met groot plezier de vergadering.